Amai, aangenaam. De mensen worden vanzelf stil. Ik denk dat prof jaloers zouden zijn. Dames en heren, beste studenten, niet-studenten, welkom op het duel over migratie tussen Philippe de Winter en Maurits van der Rijden. Ik wil jullie graag welkom heten namens LWSU Leuven. Ik wil nog eens benadrukken, jullie hebben het misschien gezien in de media. Ik ben zeer blij dat het debat natuurlijk nog altijd kan doorgaan, omdat ik denk dat wij allemaal bij LWSV er heilig van zijn overtuigd dat het debat, en zeker het publiek debat, de essentie is van onze democratie en de enigste manier is om tot aan de waarheid te komen. Het debat zal plaatsvinden. Achteraf zal ook de mogelijkheid zijn om voor jullie enkele vragen te stellen op het einde. Ik ga het natuurlijk aan jullie en misschien ook aan de sprekers vragen om het beschaafd te houden. Maar ik ga ervan uit dat dat geen probleem is. En jullie hebben gezien, als het uit de hand loopt, de arm der wet is hier om te handhaven, indien nodig. Dus u bent gewaarschuwd. Moest het liberale gedachtegoed jullie iets zeggen, dan bent u natuurlijk zeer welkom om u aan te sluiten bij LWSV Leuven. U spreekt mij of iemand anders van de leden aan op de receptie. Er hangen ook QR-codes. Dus ik heb gehoord dat velen van jullie zich al lid hebben gemaakt. Dus dat stelt mij ook al zeer verheugd. En dan achteraf bieden wij een mooie receptie aan. Wij LWSV Leuven, samen met onze partners AB InBev en Magnus Kwaliteitswijnen. En dan laat ik nu het woord aan onze moderator, Hannes Heindrink. Bedankt voor de introductie, voorzitter. Ook van mij uit, welkom hier in de aula Max Weber. Weber is, zoals jullie wellicht al weten, een van de grondleggers van de moderne sociologie. Ik denk dat de vraag hoe onze samenleving eruit ziet en hoe individuen bijdragen tot de samenleving vandaag relevanter is dan ooit. We worden geconfronteerd met een verregaande globalisering die ook migratiegolven met zich meebrengt. En dat zorgt voor uitdagingen binnen onze maatschappij op Europees niveau, op internationaal niveau. Daarover gaan we vandaag debatteren. Ik ben heel blij dat LWSV Leuven ons zo'n mooi panel eigenlijk heeft kunnen presenteren. Ik denk dat zowel meneer De Winter als meneer Van der Rijden een uiteenlopende mening hebben. Dus ik denk dat we niet bang moeten zijn dat we hier vandaag eenheidsworst voorgeschoteld krijgen. Dan druk ik het nog zacht uit, denk ik. Ik ga misschien even de sprekers introduceren. Ik denk dat de man aan de linkerkant eigenlijk geen introductie meer behoeft. Philippe de Winter is boegbeeld en Vlaams parlementslid voor zijn partij, het Vlaams Belang. Hij zetelt al in het parlement, corrigeer mij, sinds 1987, heb ik opgezocht. Ik was zelf nog niet geboren toen. Hij is migratiecriticus, islamcriticus ook. Hij schuwt de controverse niet. Zelfs in die mate dat zijn voormalige partij, het Vlaams Belang, het Vlaams Blok, liever ooit veroordeeld is voor het aanzetten tot haat en racisme. Onlangs heeft Philippe de Winter nog een boek geschreven over omvolking, waarin hij argumenteert dat een Europese elite eigenlijk actief inzet op het omvolken van onze westerse samenleving via migratie. De spreker aan de rechterkant is Maurits van der Rijden. Maurits is ook Vlaams parlementslid voor Open VLD. Hij is ook schepen in dienst. In het Vlaams parlement geldt Maurits eigenlijk als een van de opkomende talenten. Hij is geregeld de luis van de pels van de eigen Vlaamse regering, wat zeker in het Vlaams parlement toch een redelijk unicum is. Maurits van der Rijden focust in het Vlaams parlement vooral op begroting en subsidies. Maar in het verleden was hij jongerenvoorzitter voor Jong VLD. En ja, dan liet hij zich wel opmerken met zijn migratiestandpunten, die, zoals ik al zei, eigenlijk tegenovergesteld zijn aan die van meneer De Winter. Maar daar zullen we straks dieper op ingaan. Wat mij betreft, welkom op dit debat. Ik hoop inderdaad dat we het beschaafd kunnen houden vandaag, zowel in het publiek als tussen de sprekers, maar daar twijfel ik niet aan. Dus welkom op dit debat, open versus gesloten samenleving. Ik ga misschien bij Maurits beginnen met een redelijk gemakkelijke vraag. Grenzen, Maurits, is dat eigenlijk nog wel van deze tijd? Ja, Hannes, merci voor de introductie. Luis in de pels, opkomend parlementslid. Ik hoor hier nog veel nieuwe dingen over mezelf. En een heel interessante vraag om te beginnen al. Het antwoord bestaat uit twee delen van mij. Zijn grenzen nodig? Ja, helaas wel op dit moment. Twee delen. Ik ga misschien beginnen met het eerste, want daar gaan we er vanavond wel genoeg over hebben. De huidige vluchtelingenstromen, de asielcrisis die we kennen,
Dat houdt in dat we bepaalde restricties moeten zetten op de manier waarop we migratie op de wereld organiseren. Dat heeft veel implicaties voor ons, omdat wij in West-Europa, en vooral ook in België, we zijn een van de hotspots van de bestemmingen die op dit moment het populairst is in vele vluchtelingenstromen. Dat wil zeggen, als we daar bepaalde dingen van onze welvaartsstaat willen behouden, dat we restricties moeten zetten op de manier waarop wij migratie organiseren. Maar dan ga ik meteen naar het tweede stuk van mijn antwoord, helaas wel. Want dat is eigenlijk het belangrijkste voor mij. Dat is ook hetgeen waarbij wij beiden al het meest verschillen met elkaar. Ik vertrek vanuit een liberale visie op de maatschappij. Dat zijn eigenlijk, ja, ik vertegenwoordig natuurlijk de VLD, mijn geliefde partij. Maar nog belangrijker is dat ik het liberalisme en de verlichtingsgedachte verdedig. En die verlichtingsgedachte die gaat uit van een aantal heel cruciale dingen die belangrijk zijn voor het debat over migratie. En ik ga er drie opnemen. We zijn maar met twee vandaag, dus we hebben al meer tijd om te vertellen. Ik zou zeggen, de mensen die buiten aan het protesteren zijn, kom gerust nog binnen, want het gaat interessant worden. Drie dingen die cruciaal zijn voor mij. Dat is één, dat elk... Ja, fight the power, voilà. Drie dingen die cruciaal zijn, voor mij en ook voor jou. Dat is gelijkwaardigheid. Als je vertrekt vanuit de verlichtingsgedachte, dan is elk individu gelijkwaardig. Of dat je nu in Vlaanderen bent geboren, of in Zweden, of in Amerika, of Canada, of Syrië, of Sudan. Niet zenuwachtig worden. Maar ieder individu voor ons is in C gelijkwaardig. Heeft ook het volste recht om zijn eigen vrijheid te benutten. Als we in filosofische termen gaan spreken, ik ga niet te veel in detail gaan, maar dan gaat het over positieve en negatieve vrijheid. Dat is de theorie van Isha Berlin, de LVSV'ers kennen dat wel hier aan tafel of in de zaal. En dat wil eigenlijk zeggen dat ieder individu in C het recht heeft om te gaan en staan waar hij wilt. We moeten helaas vandaag, en daar gaan we vanavond nog genoeg op terugkomen, daar bepaalde restricties op zetten. Maar die gedachte, die basisgedachte, dat ieder individu gelijkwaardig is. Niet gelijk, hè? Gelijk. Niemand wil gelijk zijn, denk ik. Dat is iets voor de communisten. Maar wel gelijkwaardig. Daar vertrekken wij vanuit, ook uit als wij het migratiestandpunt willen verdedigen. Dat heeft een tweede belangrijke premisse. En dat is dat migratiedebat voor ons volledig ontdaan is van elke connotatie die te maken heeft met etnie. Etnische factoren. Etnische factoren, dat zijn een geheel van sociaal-economische factoren die een individu maken. Bijvoorbeeld zijn taal. Of de manier waarop dat hij eruit ziet, zijn huidskleur. Dat speelt voor ons geen enkele rol. Dat mag ook nooit een rol spelen hoe dat je een individu beoordeelt. Als ik iemand op straat zie, meneer De Winter, dan zie ik iemand die blank is, die wit, die een donkere huidskleur heeft, whatever. Ik zie een mens, een persoon, een individu. En dat is heel belangrijk. En dat is meteen het cruciale verschil tussen ons en de manier waarop bijvoorbeeld de Vlaams Belang naar migratie kijkt. Bij hun draait dat vooral rond die etnische factor. Als je bijvoorbeeld Tom van Grieken ziet tweeten, dan spreekt hij over een klasje, ik heb hier een voorbeeld bij, een klasje in Vlaanderen, een doorsnee klasje. En dan zegt hij van, ja, daar zitten drie kinderen met een andere huidskleur. Ja, dat is het bewijs van omvolking. Dat is het bewijs dat er vooral op de etnische factoren wordt gespeeld. Die zijn voor ons totaal niet van tel. Zelfs als je restricties oplegt op migratie, wat nodig is, helaas, hè. Ik herhaal het nogmaals, helaas, dan spelen die etnische factoren voor ons totaal geen rol. Totaal niet. Dat zit zelfs vervat in een aantal zeer belangrijke verdragen die voor ons nog altijd heel belangrijk zijn. Het VN-vluchtelingenverdrag, Europese rechten voor de mens, dingen die voor Vlaams Belang minder van belang zijn, maar voor ons zijn die nog altijd cruciaal. En dan kom ik tot een derde en gelukkig ook laatste punt. Dat is dat migratie, als je dat op globaal niveau bekijkt, dat dat nog altijd een meerwaarde is voor de samenleving. Samenlevingen die migratie omarmen, en de meeste westerse economieën zijn daar een voorbeeld van, die gaan er globaal gezien op vooruit. Als je bijvoorbeeld, en dat is een beetje anekdotisch, maar als je bijvoorbeeld de Amerikaanse Fortune 500 company ziet, dat zijn de rijkste bedrijven van Amerika, meer dan de helft daarvan, die zijn opgericht door migranten of zonen en dochters van migranten. In Vlaanderen, wij hebben minder van die flagship companies, maar in Vlaanderen is dat vaak ook het geval. Dat speelt dan meer op KMO's, dat speelt meer op jobs, zoals in de zorg, in de horeca, et cetera. Maar die ondersteunen onze economie, onze samenleving ook. Hè? En misschien gaat ze zeggen van ja, maar je mag een individu niet verengen tot zijn economische waarde, en dat is waar. Maar die economische factor, dat is wel zeer belangrijk, want als je economisch vooruit gaat, dan zie je ook dat mensen meer ontplooien in het verenigingsleven, in de zorg, op sociaal-cultureel niveau.
En die economische factor, als je ziet dat migratie daar een meerwaarde heeft, ja, dan weet je dat samenlevingen er globaal op vooruit gaan als je migratie omarmt. Ik zal misschien ook een beetje hier de test doen in de zaal. Zijn er hier, wie is er hier afkomstig van ouders of grootouders die van elders dan Vlaanderen, België komen? Voilà. Een minder divers publiek dan gewoonlijk, maar je ziet hier nog altijd mensen zitten die van elders komen. Als je de omvolkingstheorie zou omarmen, of de zaken waar u voor staat, dan zijn al die mensen die hier vandaag hun hand opgestoken hebben, die zouden hier vandaag niet aanwezig zijn. Dat is voor mij ook het bewijs, als je migratie omarmt, dan gaat je globaal wel vooruit. De Nationale Bank die heeft daar ook een studie over gedaan, die heeft berekend dat je globaal gezien het BPP met 3,5% vooruit gaat als je migratie als iets positief omarmt. Dus ook al moet je restricties zetten op waar migratie voor staat, ook al moet je grenzen bewaken, zien wij als liberalen, als verlichtingsdenker, migratie nog altijd als iets zeer positiefs. Ja, drie centrale punten dus in het discours van meneer Van der Rijden. Meneer De Winter, misschien ingaan op het eerste aspect. Gelijkwaardigheid. Mensen kiezen niet waar ze geboren zijn. Ik hoor in het discours van meneer Van der Rijden dat er gelijke kansen moeten zijn, gelijkwaardigheid noemt hij het. Moet iedereen niet de kans krijgen om hier een toekomst uit te bouwen? Nee, natuurlijk niet. Wij zijn een land van 6,5 miljoen mensen. En er zijn op dit moment 8 miljard mensen op deze wereld. Dus indien wij het discours van iedereen moet de kans krijgen om hier een toekomst uit te bouwen, indien we dat in de praktijk willen brengen, ja, dan is het over en out voor ieder van u. Wij hebben die mogelijkheid niet. Wij zijn niet het OCMW van heel de wereld. Wij kunnen niet alle miserie, leed en problemen van de hele wereld op onze schouders torsen. Dat is misschien mogelijk in een spreuk van de Bond zonder naam, maar in de praktijk, in de realiteit, kan dat niet. Dus het antwoord is nee. Spijtig genoeg is dat nee. Ik zou wel willen, maar ik ben Jezus Christus niet. Ik kan geen vissen vermenigvuldigen, geen brood vermenigvuldigen, dat kan ik niet. Ik moet het doen met het belastingsgeld van uw ouders en van deze gemeenschap en dat is beperkt. En dat zetten wij in voor onze eigen gemeenschap, ja, voor de mensen die ons het nauwst aan het hart liggen. En dat is voor ieder van u ongetwijfeld hetzelfde. U houdt wellicht meer van uw broers en uw zussen dan van verre vrienden. U houdt meer van uw ouders dan van mensen die u nu kent. U houdt meer van uw eigen familie dan families die u nog nooit in uw leven gezien hebt. U houdt meer van de mensen die bij u staan in uw faculteit, in uw universiteit, dan de mensen die ver weg leven en die u niet kent. Dat is niet erg. Men verkoopt u dit principe, het eigen volkeersprincipe, als zijnde racisme. Dat is niet waar. Het is een kwestie van gezond verstand. Wij kunnen als gemeenschap, en die gemeenschap is ons volk, en dat leeft binnen bepaalde grenzen, en dat is Vlaanderen, eventueel België, Europa. En daar moeten we het op dit moment mee doen. En onze solidariteit met anderen, die is eindig en beperkt. In die mate beperkt dat we maar hebben wat we hebben. Wil u uw welvaart gehalveerd zien? En die delen met nogmaals een miljoen andere mensen die van elders komen, geen probleem, maar dan moet u dat wel zeggen. Het is natuurlijk gemakkelijk om te zeggen. Hetzelfde gezegd ben als u in Somalië was geboren. Ja, maar dat is natuurlijk gemakkelijk. Het liberale principe waar men de wereld opdeelt in producenten en consumenten, waar men alleen het individu naar voren schuift en nooit de gemeenschap, waar men uiteindelijk het hele verhaal beperkt tot het economische gegeven van vraag en aanbod, is niet meer realistisch als model om vandaag de problemen waarmee we geconfronteerd worden, meneer Van der Rijden, aan te pakken. En u hebt een terechte vraag gesteld als openingsvraag. Grenzen zijn die nog van deze tijd. En men zou kunnen veronderstellen in een internationaliserende wereld, we zijn geglobaliseerde wereld, waar u op twee vingerklikken op uw gsm weet hoe het gesteld is ver weg in Ghana of in Pakistan, waar u op 8 uur tijd aan de andere kant van de Atlantische Oceaan terechtkomt en op 12 uur tijd in een ander werelddeel in Afrika of in Azië, dat de wereld ons dorp is geworden. Dat ons dorp de wereld is geworden. Wel, de realiteit is natuurlijk enigszins anders. En door die globalisering
en ook door de mediatisering van onze wereld, zijn velen tot de conclusie gekomen dat het hier beter is dan bij hen. En dat is in de praktijk nog waar ook. En dus hebben zij zich als doel gesteld om inderdaad van onze rijkdom te komen genieten. Sommigen zouden zeggen, durven zeggen, profiteren. En dat is het belangrijkste motief geworden voor immigratie. De meerwaarde-immigratie, die ik niet uitsluit. En die zeker kan en bestaat in bepaalde gevallen. En dan is het meestal een vorm van economische migratie. Dan hebben we het over de high-tech-ingenieur uit Azië die naar hier wil komen werken in een multinational, dat soort van dingen meer. Dat kan en dat zal zeker wel een meerwaarde bieden. Maar de armoede-immigratie, waar we vandaag de dag mee geconfronteerd worden, dat is een ander paar mouwen. Die belast onze samenleving. En die biedt ook geen enkel perspectief voor de betrokkenen. Niet hier, maar zeker niet voor de landen van herkomst. Het fameuze voorbeeld van, er zijn nu meer Ghanese dokters in Europa en Amerika dan er nog dokters zijn in Ghana. Waarom? Ja, omwille van het simpele feit dat men hier meer verdient, een betere levensstandaard heeft, meer levenskwaliteit heeft en nog een paar van dat soort dingen meer dan in het land van herkomst. Dus die zogenaamde meerwaarde-immigratie, dat is allemaal zeer relatief. Niet alleen voor ons, maar ook voor hen. Ook voor hen. Maar als je de massa-immigratie vanuit die derde wereld, en die is niet gering, ik kom daar nog op terug, later in het debat, ooit wil afremmen, zult je niet alleen hier de grenzen moeten sluiten, maar dan zult je vooral moeten proberen om de levensniveau, de levensstandaard, de levenskwaliteit van die mensen in de derde wereld die hun situatie nu eenmaal ontvluchten omwille van alle redenen die we kennen en die we niet moeten herhalen. Dat zal dat moeten gebeuren. En dat gebeurt nu niet met alle gevolgen van dien. En dat gecombineerd, als ik daarmee mag afronden, dat gecombineerd met het feit dat we te maken krijgen met een bevolkingsexplosie zoals we die nog nooit in het verleden hebben gekend. Niet hier bij ons, hè. Wij sterven langzaam maar zeker uit. Ik bedoel, met een geboortecijfer van 1,4 per Europeaan, zelfs met de immigratie erbij, worden wij als Europese bevolking kleiner. Aan de andere kant van de Middellandse Zee zijn ze nu met 1,3 miljard. En zullen ze in 2050 met 2,4 miljard zijn. En zullen ze in 2100 met ongeveer 4,6 miljard zijn. Dat is de realiteit. En wat denkt u dat die mensen gaan doen? In massa immigreren naar die plaatsen waar ze wel nog een toekomst voor zichzelf en hun kinderen zien. En dat is niet de omliggende landen, dat zijn wij. Dat is de realiteit. En dus, om af te ronden waar ik begonnen ben, grenzen. Het lijkt een contradictio in terminis. In een globaliserende en internationaliserende wereld lijkt het alsof grenzen niet meer van tel zijn, maar ze zijn meer van tel dan ooit. En het was een groot liberaal. Een groot liberaal. De laatste grote president van de Verenigde Staten. En u gaat denken, hij gaat Trump citeren. Nee, Ronald Reagan. Die ooit zei, a country without borders is no country. Hij zei dat over de Verenigde Staten van Amerika natuurlijk. En hij had gelijk. Een land zonder grenzen is geen land. En daar moeten we toch ons hoe dan ook bij neerleggen. En die grenzen zijn misschien niet meer Vlaanderen of België, maar zijn wel de Europese Unie. Zijn wel de Europese gemeenschap. Dat zijn onze buitengrenzen geworden. En willen wij behouden wat we hebben aan welvaart, aan welzijn, aan materiële faciliteiten die u allemaal genegen zijn, goed onderwijs enzovoort enzovoort, ja, dan zullen we die grenzen moeten afschermen. En zorgen, en daar sluit ik mee af, meneer moderator, zorgen dat immigratie geen zogenaamd mensenrecht meer is, maar immigratie opnieuw een voorrecht wordt. Een voorrecht waar wij, de ingezetenen van ons land, van de Europese Unie, u, wij, allemaal samen, waar wij de regels bepalen, en bepalen wie hier binnenkomt en wie hier niet binnenkomt. En ik denk dat dat de slotsom moet zijn van een goed, gedegen, streng, maar rechtvaardig immigratiebeleid, gebaseerd op gelijkwaardigheid, maar ook op, gebaseerd op het behoud van alles wat ons dierbaar is. Meneer Van der Rijden, we hebben heel wat punten gehoord. Ik denk dat we misschien specifiek moeten ingaan, redelijk kort, op het aspect welvaart. Ik hoorde u daarnet zeggen dat migratie net verantwoordelijk is of kan leiden tot groei van de welvaart. Ik hoor meneer De Winter eigenlijk
exact het tegenovergestelde zeggen, dat die onze welvaart onder druk komt te staan door migratie. Ja, en ik hoor De Winter, meneer de collega De Winter, meneer De Winter, daar het meest bizarre voorbeeld ooit aanhalen. Amerika. Als er nu één land ter wereld gebouwd is op migratie, welvarend is geworden door migratie en nog steeds migratie omarmt, met al zijn beperkingen, hè? Beperkingen die we ook in België en in Vlaanderen nodig hebben. Ik zeg nogmaals, we gaan er wel toe komen. Maar als er één land is die migratie als cruciaal thema bovenaan zet, dan is het wel Amerika. Meneer De Winter, u doet alsof migratie ook zo ontstaan is in deze periode, in deze eeuw of eind vorige eeuw. Dat is natuurlijk nonsens. En migratie is van alle tijden. Als we gekeken hebben naar het Hart van Vlaanderen, reportagereeks, ja, dan zien we dat wij ook in Vlaanderen allemaal het product zijn geweest van migratie. U zelf bent zelfs van Brugge naar Antwerpen gemigreerd. U heeft daar zelfs een Antwerpse tongval aan overgehouden. Ik laat mij zeggen dat dat niet zo makkelijk is voor een West-Vlaming om dat te bekomen. Dus u bent een goed product geweest van migratie. Iedereen heeft doorheen de eeuwen altijd migratie gekend. We hebben in de vorige eeuw bijvoorbeeld, hebben in het begin van de 20e eeuw vooral emigratie gekend. Bewegingen van West-Europa naar bijvoorbeeld Amerika. Na de Tweede Wereldoorlog dan kwamen vooral gastarbeiders naar hier. Er is dan een periode geweest dat de migratie iets minder was. De laatste jaren, door vele conflicten in de wereld, is daar weer een opstoot en een situatie die we moeten beheersen. Daar zijn bepaalde restricties voor nodig en daar heeft u een punt. Maar u maakt er een mengelmoes alsof dat migratie, dat allemaal ja, iets van deze tijd is, dat iets is dat we kunnen controleren, dat we kunnen uitsluiten. En dat is natuurlijk niet waar. Hè? Bewegingen van mensen zullen er altijd zijn binnen Vlaanderen, binnen Europa. En daar is ook helemaal niks mis mee. Trouwens, de grootste migranten hier in België, wie zijn dat? Wie zijn de grootste migranten? Dat zijn de Hollanders. Dat zijn de Hollanders. De grootste andere groep van andere nationaliteit, dat zijn Nederlanders. En daarna komen 13 andere Europese landen. Ja, gaan we die ook allemaal uitsluiten? Gaan we iedereen verbieden om hier te vestigen, om hier te werken, om hier te ondernemen? Dat zou een geweldige aanslag zijn op de welvaart van ons. De welvaart van ons niet enkel als individu, maar ook als samenleving. Want dat samenlevingsaspect, daar ben ik mee akkoord. Maar als je alles gaat verbieden, als je gaat verbieden dat iemand zich gaat vestigen, dat iemand gaat bijdragen tot de economie, tot de welvaart, tot het delen van ideeën, dat gaat verder, want ik zie de communisten al zenuwachtig worden, dat gaat verder dan enkel de economie. Hè. Dat gaat ook over kennis, over cultuur, over whatever. Je bent gewoon sterker als samenleving als je die migratie toelaat. Ik ga eindigen als je een beetje theoretisch wilt worden, kunt de theorie van Ricardo van Adam Smith erbij nemen. Comparatieve voordelen. Dat wil eigenlijk zeggen, als individu kun je ook niet alles in het beste zijn. Hè? Ik zie daar iemand die misschien wel het beste is in alles, maar doorgaans is dat moeilijk. Als samenleving kun je dat ook niet. Dat is de reden waarom dat je open moet staan voor migratie. Ja. Globaal, in zijn geheel, met alle restricties die daar vandaag de dag aan te pas komen. Misschien een bijvraag. Ik hoor u wel zeggen dat restricties wel nodig zijn. In welke zin mag dat eens concreet? Wel, dan komen we natuurlijk tot de situatie van vandaag, waar we zien dat we in een aantal opeenvolgende asielcrisissen komen. Hè. We hebben in 2015 hebben we een eerste grote opstoot gekend van mensen die naar hier komen uit een aantal conflictgebieden. Tijdens de COVID-periode is dat eigenlijk volledig gaan liggen. Ik dacht dat u tijdens COVID hoezee ging roepen, maar dat heb ik niet gehoord. Na COVID is dat eigenlijk terug opnieuw, is dat eigenlijk zoals daarvoor terug heropgestart. Momenteel zitten we met een heel grote instroom van migratie, vooral vanuit conflictgebieden, Afghanistan, Eritrea, Sudan. Maar daar zitten ook landen bij, zoals Burundi, Georgië, Moldavië. We krijgen in België, in Vlaanderen dus ook, maar in België in zijn geheel, proportioneel een van de meeste migratiegolven op onze bevolking terecht van alle Europese lidstaten. Dat ligt dubbel zo hoog dan het Europees gemiddelde. Dat is gigantisch en dat zet ons systeem onder druk. Niet alleen ons opvangsystem. Daar ziet u de taferelen die we in Brussel hebben gezien. Hè, dat er mensen in tentjes of in panden moeten kraken, dat dat nergens terecht kunnen. Die moeten dan naar hotels worden overgebracht. Dat is totale chaos, dat is slecht georganiseerd. Dus niet alleen op ons opvangsysteem, maar ook op ons absorbatiesysteem van onze welvaartsstaat. Als jij hier als vluchteling komt, dan kunt jij, eens dat jij erkend bent, dan krijg jij bepaalde rechten, maar ook bepaalde plichten, maar ook bepaalde rechten. Dan kunt jij gebruik maken van ons sociale zekerheidssysteem. Ja, meneer Van Rijden, dat is de reden waarom
er een restrictie nodig is. Mijn vraag was wel eerder, stel u moet die restrictie bepalen, wie komt er nog binnen en wie niet? Wel, daar moeten we inderdaad meer restrictief zijn. En dat lijkt in eerste opzicht lijkt dat contradictorisch tot wat ik net zeg. Maar net om die vrijheid ook van die individuen te bewaren, moet je bepaalde grenzen zetten tegenover wie hier kan. En wie hier komt, dat is eigenlijk allemaal bepaald via verdragen. Het VN-vluchtelingenverdrag is daar zo'n beetje het moederverdrag van, hè. Dat zegt dat wie op de vlucht is voor vervolging, voor oorlog, voor politieke vervolging, voor vervolging om welke reden dan ook, bijvoorbeeld zijn seksuele geaardheid, dat die bescherming kan krijgen in landen. En als die voldoet aan de criteria, ja, dan moeten wij die opvangen. Dat is onze plicht. Maar meer dan de helft van de mensen die hier asiel vragen, die hebben helemaal geen recht volgens het VN-vluchtelingenverdrag. Die komen vaak ook doorgestroomd van landen waar dat ze al asiel hebben aangevraagd of waar dat ze geregistreerd staan. We worden zo in België, in Vlaanderen, een beetje het afvoerputje van de migratiestroom in Europa. En daarom zijn die restricties wel nodig. Ja. Meneer De Winter, stel u komt morgen aan de macht. Meneer Van der Heijden zegt wat ik precies ook wou zeggen. Hij valt zijn eigen partij aan die het migratiebeleid mee bepaalt met uw premier. Meneer De Croo zegt België is het afvoerputje, was uw slotzin. Slechte slotzin. België is het afvoerputje van de immigratie in Europa. Ja, dat is inderdaad zo. Maar waarom is dat zo? Omdat wij zo'n lax immigratie- en asielbeleid hebben. Laten we toch maar eens kijken naar de cijfers. Hè. We halen ongeveer ieder jaar 140.000 nieuwe mensen ons land binnen. Hè. Er emigreert, dat is emigratie. Er gaan er ongeveer 40.000, 50.000 die ons land verlaten. Dat is een jaarlijks positief immigratiesaldo, gemiddeld van rond de 60, 70, 80.000 mensen die er meer binnenkomen dan er uit ons land vertrekken. Nu, we hebben vorig jaar, hè, want al die mensen die komen, wat gebeurt daarmee? Een aantal geraakt ingeburgerd, vraagt ook de nationaliteit aan. Vorig jaar waren dat 40.000 mensen die in dit land, en dat is, ik rond af, hè, 40.000 mensen in 2022 die de nationaliteit hebben aangevraagd. Om precies te zijn, 75% daarvan, mee van de rijden, kwam uit een niet-EU-land. Dat zijn mensen van buiten Europa die de nationaliteit hier hebben aangevraagd. Goed, oké. Okay. Daar komen dan nog bij de asielzoekers. Laten we die niet vergeten. Het gaat over veel mensen. Hè. Die moeten allemaal mee eten van onze sociale zekerheid. Die moeten allemaal belastingsgeld hebben om hier in te burgeren, om naar school te gaan, om steun te kunnen krijgen en dergelijke meer. Want al die mensen die binnenkomen, meer dan de helft van de niet-Europese vreemdelingen in ons land, werkt niet. Leeft op de een of andere manier van uitkeringen allerhande. Daarbovenop zetten we ook nog eens 37.000 asielaanvragen, meneer Van der Heijden. 37.000. Van de koplopers pro capita van Europa. Ik denk dat er maar één of twee landen zijn in Europa die het tussen aanhalingstekens beter doen. En van die 37.000 asielaanvragen in 2022 is er 57% die geen recht heeft op asiel, volgens het VN-vluchtelingenverdrag. Die feitelijk economische vluchtelingen zijn. Al die jonge mannen die je hier ten overvloede in onze grootsteden ziet rondkuieren, het merendeel daarvan zijn feitelijk economische vluchtelingen. En hoeveel keren er dan van terug? Want al die mensen krijgen een uitwijzingsbevel en zo'n papiertje. En zeggen ze, je moet het land verlaten. Wat doen ze met dat papiertje? Ze gooien het in de vuilbak en ze blijven als illegaal in ons land vegeteren. We hebben in dit land, niemand weet het, er zijn natuurlijk geen officiële statistieken van het aantal illegalen, maar ja, tussen de 200 en de 400.000 illegalen die leven in ons land op dit moment. Voornamelijk in de grootsteden, Brussel, Antwerpen, dat soort van steden, die geconfronteerd worden met een illegale plaag, hè? De drugmafia, dat soort van dingen allemaal meer. Dat heeft daar veel mee te maken. Meneer De Winter, nu, heel concreet, wie mag er dan het is wel belangrijk om even die analyse te maken. Waarom zijn we, zoals meneer Van der Heijden terecht zegt, het rioolputje qua migratie van Europa? Omwille van het feit dat wij zo'n soepele regels hebben ten aanzien van migratie. Omwille van het feit dat wij iemand die asiel aanvraagt en ook het vluchtelingenstatuut geven, onmiddellijk een leefloon geven, kinderbijslag geven, gratis onderwijs, een sociale woning. Natuurlijk heeft dat een ongelooflijk aantrekkingseffect op andere nieuwe asielzoekers en economische migranten en illegalen. Als je nauwelijks, geloof dat 2 op 10 van diegenen die hun asielaanvraag niet gehonoreerd zien,
die geacht worden om het land te verlaten. 1 à 2 op 10 verlaat ook daadwerkelijk het land. De rest blijft hier. De tamtams roffelen in Afrika. Hè. Ik bedoel, die gsm die marcheert. Hè. Die zeggen aan de collega's, de vrienden, de familieleden, het is hier dat je moet zijn. Hier lukt het. Hier kan het allemaal. Hier word je niet teruggestuurd. Hier krijg je bed, bad en brood. Dat kost ons trouwens 700 en, aan u en uw ouders, 703 miljoen euro per jaar. Bed, bad en brood voor de asielzoekers die hier met 37.000 aangeland zijn vorig jaar. Dat is de realiteit. En daarom komen ze met zoveel. Daarom zijn wij het rioolputje. Meneer Van der Weijden, 57% van de asielzoekers blijkt geen recht hebben op asiel. Die cijfers kloppen effectief. Schort er iets aan dat systeem? Ja, absoluut. En het is geen geheim. Wij zullen daar een aantal raakvlakken vinden waar het gaat over het huidige migratiebeleid. We gaan niet te technisch worden, maar het is zo dat je in Europa iets hebt zoals een Dublin-verdrag. Dat wil eigenlijk zeggen, als je in Europa aankomt, dan moet je asielprocedure volgen in het land waar je als eerste je aanmeldt. Wat gebeurt er nu? Er zijn heel veel landen die zeggen van ja, ga maar door via de Balkanroute of andere routes. Ga maar door Servië, ga maar naar West-Europa, ga naar België. Daar is het goed. Daar kan je inderdaad enkele sociale voordelen krijgen die je bij ons niet kan krijgen. En wat gebeurt er inderdaad? Wij hebben daardoor proportioneel veel meer vluchtelingenstromen dan andere Europese landen. En daar moet effectief iets aan gedaan worden. Daar is geen twijfel over. Trouwens, het akkoord, misschien gaan we het er straks nog over hebben, dat nu onlangs gesloten is, dat doet daar ook effectief iets aan. Maar waar het verschil zit, hè, u pleit, u heeft het ook al vaak gezegd in het Vlaams parlement, u pleit voor een volledige migratiestop. Dat wil zeggen dat die andere helft, die wel degelijk op de vlucht is voor oorlog, voor vervolging, dat u daar ook van zegt, er is geen plaats voor u hier in deze samenleving. Daar verschillen wij fundamenteel van mening. Wij hebben inderdaad de plicht om die mensen wel op te vangen. Dat is ook perfect mogelijk. Onze samenleving kan dat absorberen. En inderdaad, dat kost geld aan opvang. Ja, wij vinden dat dat kan. Je moet daar inderdaad geld aan geven. In eerste instantie is dat inderdaad bed, bad, brood. En daarna moet je inderdaad zeggen, je bent hier, je hebt volwaardige rechten, je kan ook werken voor je kosten, je kan een woning vinden. Dat is een perfect voorbeeld van hoe je mensen wel die op de vlucht zijn, kan observeren in de samenleving en ook nadien kan integreren. Want het integratieverhaal, dat is natuurlijk nog een ander luik dat even belangrijk is. Maar om zomaar te zeggen van ja, je mag niks meer toelaten, je moet een migratiestop doen. En vaak, laat ons eerlijk zijn, meneer De Winter, want u bent er precies een softie geworden. U zegt hier dat het niet draait om etnische factoren. Wel, als ik uw tweets, maar ook uw uitspraken, 20 jaar geleden waren er nog geen tweets, gelukkig, hè. Maar als ik uw uitspraken van de voorbije jaren zie, ja, dat is toch hallucinant wat u daar allemaal zegt. U zegt, een kat die in een viswinkel geboren is, dat blijft nog altijd voor mij een kat en geen vis. Dat betekent dat iemand hier aankomt, dat die nooit voor u ook, hoop ik, onder de Vlamingen kan zijn. Lekker is nooit een kat voor u. Nooit kan die Vlaming onder de Vlamingen worden, wat hij ook doet. Iemand die op de vlucht is voor oorlog, voor vervolging, die heeft voor u geen recht om hier asiel aan te vragen. Ja, voor ons is dat fundamenteel verschillend. Dat wil niet zeggen omdat je restricties pleegt op de, of restricties zet op de asielprocedure, dat je daardoor de fundamentele rechten van mensen moet negeren. Hè. Het VN-vluchtelingenverdrag, is dat voor u nog van tel? Dat is een vraag. Ja, ja, dat is een vraag. Laat mij daar dan op antwoorden. Hè. Natuurlijk is het VN-vluchtelingenverdrag van tel. Maar toch pleit u voor een migratiestop. Ik ben al wat ouder, ik ben ondertussen 60 jaar oud. Ik heb dat VN-vluchtelingenverdrag tot stand zien komen en vooral toegepast zien worden na Wereldoorlog 2 en vooral tijdens de Koude Oorlogperiode en nadien, waar dat VN-vluchtelingenverdrag moest dienen om voornamelijk die mensen die dissident waren in communistische landen hier op te vangen. En dat is nu opnieuw zo. Met de oorlog in Oekraïne halen we 60.000 Oekraïners binnen. Daar is weinig problemen mee, omdat die mensen cultuurverwant zijn enzovoort enzovoort. En daar ook niet echt heel veel aanpassingsproblemen zijn en die ook de intentie hebben om na die oorlog wellicht het merendeel van hen terug te keren naar hun land van herkomst. We vangen 60.000 Oekraïners op dit moment in dit land. En daar ligt het echte probleem niet, hè? Dat lukt. Het probleem is dat we nu ook steeds meer mensen via dat asielkanaal hier opvangen, tussen aanhalingstekens, het land binnenlaten, die feitelijk economische vluchtelingen zijn, die niks te maken hebben met die asielprocedure. En als ze al hun land zouden ontvluchten, dat feitelijk zouden moeten opgevangen worden in de eigen regio. Waarom moeten wij iemand uit Irak helemaal het Midden-Oosten laten doorkruisen, via de Balkanroute 10 landen doorkruisen, om dan hier uiteindelijk bij ons aan te landen? Dat is toch absurd?
Met de middelen die we hier één asielzoeker opvangen, kunnen we er 10 in de eigen regio huisvesten en een degelijke opvang geven. En ook de kans geven om terug te keren wanneer het conflict beëindigd is. Nog iets anders over het asielakkoord dat vorige week is gesloten, ook door uw partij. Een van de dingen... En dat is wat pijnlijk en wat moeilijk om het daarover te hebben, maar het is een realiteit, is dat de kinderen van asielzoekers niet meer in gesloten opvang mogen opgevangen worden. Oké, ik begrijp het menselijke aspect, maar besef goed wat je aan het doen bent. Door dat te doen, wij pleiten voor aparte opvang voor die families met hun kinderen, weliswaar in gesloten opvangcentra, want anders verdwijnen ze in de natuur, zoals zo dikwijls gebeurt. Maar dat niet meer doen, betekent dat die tamtams opnieuw roffelen in Afrika. En dat men zegt, breng uw kinderen mee. Als je een kleine mee hebt, een baby, een kind, een minderjarige, dan is uw broodje gebakken. Dan kom je zelfs niet meer in een gesloten opvangcentrum. Dan zijn ze bijna zeker dat je hier zult kunnen blijven, met alle gevolgen van dien. Dus we moeten de procedures niet versoepelen, wat we aan het doen zijn. We moeten ze verstrengen. Misschien ingaan op dat aspect van de kinderen, want het is wel een nieuw element dat u aanhaalt van de kinderen. Meneer Van der Rijden, kinderen opsluiten in een gesloten opvangcentrum. Ja, ik kan er kort over zijn, dat klopt gewoon niet. Hè. Het is inderdaad zo dat er worden al jaren geen kinderen meer opgesloten in gesloten centra. Ik vind dat een goede maatregel. Waarom? Dat is niet de plek waar je kinderen steekt. Die gesloten centra, dat is niet de prettigste plek om te vertoeven. Dat hoeft voor mij ook niet. Dat is bed, bad, brood. Maar voor een kind is dat niet de ideale situatie. We hebben daarvoor destijds de zogenaamde turtelhuisjes opgericht. Dat zijn inderdaad open opvangplaatsen, maar die worden wel opgevolgd. Die worden ook begeleid. Het is niet zomaar... Rare uitdrukking trouwens, dat die zomaar in de natuur worden uitgezet. Een beetje een vreemde... In de natuur, ja, een beetje hetzelfde. Hè? Ja. Allee, dat is een beetje een rare connotatie. Kinderen die in de natuur... Ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen, maar goed. Maar dat is eigenlijk al een praktijk die jaren zo is. Nu is die gewoon in de wet verankerd. Dat is eigenlijk geen wijziging daarvoor. Dat zijn ook niet de enorm grote getallen. Trouwens, wat u misschien niet heeft gezien... Maar beetje selectief gelezen waarschijnlijk, dat is dat in het akkoord dat nu gesloten is, dat er ook veel meer in de wet is gezet over terugkeerbeleid. Want daar heeft u een punt. Het is zo inderdaad dat de mensen die hier eigenlijk geen recht op asiel hebben, en velen die een asielaanvraag doen, die weten dat ook, en moeten daar niet flauw over doen, die weten dat ze volgens de Dublin-verdragen eigenlijk totaal geen kans maken in België. Maar die doen toch een aanvraag, die doen ook vaak dubbele procedure, die worden ook niet zelden geholpen door bepaalde vluchtelingenorganisaties hier in België, die alle juridische etappes pluizen voor hen om toch maar procedures op te starten. Ja, die weten dat ze hier geen kans maken. Hè. En wat het grote probleem is, en daar heeft u een punt, dat geef ik Grief toe, dat er te weinig mensen kunnen terugkeren, het terugkeerbeleid van die mensen te weinig kan afgedwongen worden. Er zijn heel veel landen die zeggen van trek uw plan ermee, wij moeten ze niet hebben, het is jullie probleem. En als wij dan zeggen van ja, maar nee, Dublin-verdrag, wij zijn eigenlijk helemaal niet... verplicht om die mensen hier asiel aan te bieden, dan zeggen die landen van ja, oké, los het maar op, want wij zijn er vanaf en het is goed voor ons. Bepaalde landen zoals Marokko, die weigeren zelfs pertinent elke terugkeer van mensen die hier uitgeprocedureerd zijn. Dat is een groot probleem. En ik ben blij dat dat inderdaad nu in de wet verankerd is, dat we daar strenger op gaan zijn. Ik zeg het nogmaals, er zijn bepaalde verstrengingen nodig van de migratieprocedure. We mogen daar inderdaad echt niet naïef zijn. En dat klinkt vaak onmenselijk, maar op bepaalde vlakken zeggen we inderdaad, bijvoorbeeld als het over minderjarigen gaat, we gaan die niet in gesloten opvangcentra zetten. We gaan die in open, humane omstandigheden, niet in de natuur, doen. En dat vind ik ook maar een basispremisse van menselijkheid. Allee, dat je daar tegen kunt zijn, dat is voor mij niet echt begrijpbaar. Maar goed. Als u kijkt ook laat mij toch even verduidelijken waar ik het over heb. Hè. We hebben nu 34.000 opvangplaatsen in dit land. 34.000 opvangplaatsen. Niet genoeg, hè? Dat is niet genoeg. De regering gaat er nu nog eens 5.000, nog eens, bovenop. Dat feest kost 703 miljoen euro per jaar. Die 34.000... 700, meneer De Winter. 703 miljoen. We gaan over 3 miljoen niet... 700 miljoen opvangplaatsen? 703 miljoen kost het hele verhaal van de opvang van... 700 extra plaatsen in Kampenhout. Plus nee, 5.000 extra...
ik zeg toch maar wat de staatssecretaris voor migratie, 5000 extra opvangplaatsen nodig om aan de noden te ledigen die er zijn. Nu, wanneer je inderdaad die kinderen met hun families uit de opvang, gesloten opvang haalt, dan zult je inderdaad moeten voorzien in bijkomende opvang op een ander. Dat betekent appartementen, dat betekent huizen. Maar mag ik er toch eens op wijzen dat alleen in Vlaanderen, en dat kent u, want dat is een materie van het Vlaams parlement, hebben we 200.000 mensen, gezinnen, die op een wachtlijst staan voor een sociale woning. Dat is de realiteit. Dat is de realiteit in Vlaanderen. Sommigen die tot 6 jaar moeten wachten om een sociale woning te kunnen krijgen. Mensen die het moeilijk hebben van ons eigen volk. En dan zeggen we, maar goed, die asielzoekers, daar gaan we nu toch nog eens zoveel extra opvangplaatsen voor recreëren. Daarvoor gaan we dit, daarvoor gaan we dat. We hebben gezien, er is een opiniepeiling geweest vorige week, waar een krant alle gemeentebesturen van Vlaanderen heeft opgebeld. 75% van de gemeentebesturen en steden in Vlaanderen zeggen ze, genoeg, vol is vol, niet meer bij ons. Onze capaciteit die zit vol, we hebben geen geld meer, het is over, wij vangen er geen meer op. En u zult in iedere gemeente op protest stoten. Ook van CD&V en VLD-burgemeesters, ook van N-VA-burgemeesters en aanverwanten. En wij zullen dat protest met enthousiasme aanwakkeren. Want het is genoeg geweest, ons land is vol. En wat we moeten doen, is die mensen opvangen in hun eigen regio. En er is geen opvangcrisis, er is een asielcrisis, er is een immigratiecrisis. Het is de immigratie die uit de hand gelopen is. Het is het asielbeleid dat helemaal niet functioneert. Het is geen probleem van te weinig opvang. Het is een probleem van te veel asielzoekers en te veel immigranten die van elders naar hier komen. En dan moeten we toch durven. Het is die mindset die moet veranderen. Ja, en vooral bij mensen zoals u, met alle respect, maar mensen zoals u die er nog altijd van uitgaan dat het hier, ja, dat alles kan, hè, dat de sky is the limit, zet de grenzen maar open. Iedereen welkom, we zien wel, we zijn de gulste van de wereld en iedereen kan hier zijn toekomst verder uitbouwen. Maar meneer De Winter, die tijd is voorbij, meneer Van der Rijden. U mag protesteren zoveel u wilt, maar u zit er wel voor studenten met enige intelligentie, neem ik aan. Je moet wel de juiste cijfers gebruiken. Hè. Als je het hier hebt over 7000 extra plaatsen, dat is onzin. Hè. Het is inderdaad waar dat er op dit moment 34.000 opvangplaatsen zijn in België. Dat is ongeveer, ik heb u laten uitspreken, we zijn maar met 2, dus allee, dat gaat nog wel, denk ik. 34.000 plaatsen, dat is ongeveer 3 keer de Dreef, of 2 keer de Bosuil, welk voetbalstadion dat je ook wilt gebruiken. Dat zou voldoende moeten zijn als je die migratiestromen onder controle kunt houden. Wat wil de regering nu doen? We willen er 700 bijplaatsen om de extra, meest dringende noden te ledigen. Waarom willen we er geen 1000 plaatsen? Omdat je dan inderdaad, dan creëert je een aanzuigeffect. En dat willen we niet. Er zijn partijen die dat wel willen, bijvoorbeeld de linkse partijen, die zeggen van, je moet voor iedereen die hier komt, alle 36.000 per jaar, moet je een opvangplaats voorzien. Nee, wij zeggen van, je moet het omgekeerd doen. Je moet het aanbod beperken, maar wel de doorstroming soepeler maken, dat mensen geen 300 dagen in zo'n opvangcentrum blijven. Maar de premisse, meneer De Winter, dat je opvang voorziet, dat je iemand die op de vlucht is, die een asielprocedure start, dat je die bed, bad, brood voorziet. Ja? Dat gaat niet over sociale woningen, dat gaat niet over gebruik maken van een sociaal systeem. Dat gaat over gewoon de basiswaardigheid om iemand te ontvangen en te zorgen dat die mens waardig wordt behandeld in het land waar dat hij aankomt. Dat die bed, bad, brood krijgt, dat is alles. Ja, daar zijn wij voorstander van. Ja. Ja, dat is een fundamenteel verschil. We vinden dat wij de plicht hebben om dat te doen. En als mensen uiteindelijk niet kunnen blijven, inderdaad, dan moeten ze terugkeren. En dat terugkeerbeleid, daar hebt u 100% gelijk in. Dat moet strikter, dat moet strenger. Maar gewoon al mensen de kans geven om asiel aan te vragen, dat denk ik dat ook volgens het VN-vluchtelingenverdrag, dat gewoon basisrespect is voor elk mens. Dus de tientallen honderden mensen die op dit moment op straat slapen, u zegt daarvan, haal die van de straat. Nee, er moeten in de opvangplaatsen momenteel, ze moeten gewoon sneller doorgaan. Momenteel zit je, zoals ik net zeg, momenteel zit je 300 dagen gemiddeld in een opvangcentrum. Dat is veel te lang. Die procedures moeten sneller. Je moet mensen daar niet eindeloos laten. Je moet die duidelijkheid geven of dat die hier kunnen blijven of niet. Daar gaat er nu ook aan gewerkt worden volgens het akkoord dat nu gesloten is. En daar hebt u ook wel een punt, dat is in het verleden te veel tegengehouden. Linkse partijen, die wouden daar niet van weten, die zeggen van ja, nee, je moet mensen alle kansen geven om alle procedures uit te putten. Vaak zijn er asielzoekers die verschillende procedures simultaan beginnen, zodat ze langer kunnen blijven in die opvangcentra. Ja, dat is natuurlijk onzin. Daarom zeg ik van mensen die in een opvangcentrum blijven, die moeten wel sneller doorgaan. Maar je kunt niet
bijplaatsen. Los van het feit of dat wenselijk is in gemeenten of niet. Ja, je kunt natuurlijk niet opvang voor iedereen in de wereld gaan voorzien. Daarom zeggen we nu 700 extra plaatsen voor de meest dringende noden. Maar vooral dat degenen die het bericht krijgen van je moet terugkeren, ja, dat die ook worden aangemaand om het land te verlaten. Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet. Ja, meneer De Winter, ik hoor hem wel het bed, bad, brood principe aanhalen. Voor de regeringspartijen is dat een heilig principe. Waar ze ook op inzetten. Maar, hoe zit dat mee? Ik zei het al, de mindset moet anders. En uw voorzitter, meneer Lagarde, had het bij het juiste eind. Eindelijk zei hij iets correct. Hij zei, vol is vol. Dat waren zijn woorden, niet de mijne. En hij had gelijk, natuurlijk. Alleen past hij het niet toe in zijn eigen regering. U bent trouwens al 100 jaar aan de macht op federaal vlak. Dus u zegt telkens, je hebt gelijk. En dat moet anders. En dat moet strenger. En dat moet zus en dat moet zo. Ja, maar goed, je bent regeringsverantwoordelijkheid aan het dragen. Dan moet je het ook doen, natuurlijk. Hè. Want mag ik toch even een paar cijfers? En cijfers zijn wat dat betreft keihard. Hè. In 2016, 18.710 asielaanvragen. 2017, 19.688. 2018, 23.444. Dat is een stijgende lijn. Wat had u gedacht? In 2019 zaten we aan 27.742. Dan komt corona. Oké, okay. Dan is er een dip in 2016.000. Dat was volledig aan corona te wijten. Ja. En dan zijn we terug vertrokken. 2021, 25.971. 2022, 36.871. Klopt volledig. Uw regering is er nu onder leiding van de CRO sinds 2020. Ik zie alleen maar stijgingen. Ik zie een stijging van meer dan 100%. Meer dan 100% op nauwelijks 3 jaar tijd. En dat is de realiteit. En dan ga ik zelfs voor corona tot 2017. Dus er is geen opvangcrisis, er is een asielcrisis. Je moet die grenzen sluiten, je moet strenger zijn, je moet al die faciliteiten afschaffen. Je moet ervoor zorgen dat ons land niet meer het OCMW van de hele wereld is. Wat het nu wel is, anders zouden we niet zoveel asielzoekers hebben pro capita van de bevolking. Ik zei het, staan we op nummer 3 in Europa. In andere landen kan het wel. En mag ik dan verwijzen naar de alternatieven? Ik kijk naar Denemarken. Sociaal-democratische partij, een linkse partij aan de macht, die inderdaad zegt opvang in eigen land. Daar zijn het aantal asielzoekers spectaculair gedaald, dankzij de maatregelen die wij ook voorstellen hier. We hebben net dezelfde maatregelen voorgesteld, in Denemarken ken het. Ik kijk naar het Verenigd Koninkrijk, naar Groot-Brittannië, de Rwanda, waar nu zoveel over te doen is, die fameuze presentator, sportpresentator van CNN, dacht ik, die oud-voetballer. BBC, maar je zit er niet bij. BBC, ja. Oké, okay, klaar. Kleine fout van BBC. Ja. U volgt het voetbal beter dan ik, wat dat betreft, van de BBC, die gezegd had, ja, die Rwanda-regeling, dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk een deal heeft gesloten met Rwanda, dat zij ook die betalen, en veel geld betalen overigens, om die vluchtelingen terug naar Rwanda te kunnen laten terugkeren en daar te integreren in hun eigen samenleving. Dat is vernietigd, uiteraard, door het Europees Hof, voor de zoveelste keer. Hè, de juristen en de juristocratie die het overneemt, waarbij dat soort van rechtbanken op den duur een nationaal beleid quasi onmogelijk maken. En sindsdien is er geen een meer kunnen teruggestuurd worden naar Rwanda. Spijtig genoeg, maar dat was een goede deal. Die wordt nu zwaar aangevochten door zeker de linkerzijde en allerlei zelfverklaarde humanisten die weliswaar, zoals die voetbalcommentator, in dure villa's wonen en met Bentleys rondrijden en uiteraard zelf geen enkele asielzoeker opvangen, maar wel vinden dat al de rest van de samenleving dat moet doen. Je kent zijn naam niet, maar je weet wel in welke auto dat omgaat. Dus wat dat betreft, meneer Van der Rijden, zijn er landen waar het kan? Ik kijk naar Denemarken, ik kijk naar het Verenigd Koninkrijk. Meneer Van der Rijden, ik ga u misschien laten reageren. Waar er mogelijkheden zijn. Opvang in een ander land. Dat is een interessante discussie, totaal verkeerd voorgesteld weliswaar, maar het is een interessante discussie. Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn twee specifieke situaties die voor ons als België totaal onrealistisch zijn. Ik ga direct zeggen of we daar in de toekomst misschien ooit toe geraken. Verenigd Koninkrijk, zoals jullie weten, zit nu meer in de Europese Unie, is ook nu meer gebonden aan de afspraken die er door de Europese Commissie gemaakt zijn. Waar zijn zij wel nog aan gebonden? Aan de rechten van het Europees Hof van de Rechten van de Mens. Ja? Dat maakt hun plannen ook heel moeilijk. Hetzelfde geldt voor Denemarken. Denemarken is wel gebonden aan een aantal afspraken, maar niet als het over migratie gaat.
Dat komt omdat Denemarken een verdrag heeft gesloten, of bij het verdrag in de jaren 90, het verdrag van Maastricht, begin jaren 90, hebben zij een opt-out gekregen over alles wat migratie te maken heeft. Simpel gezegd, Denemarken heeft gezegd, wij willen bij de Europese Unie, maar wij willen een aantal dingen waar wij ons niet moeten binden aan de afspraken die binnen Europa gemaakt zijn. En migratie is daar één van. Dat maakt dat zowel Denemarken als Verenigd Koninkrijk een heel streng migratiebeleid kunnen voeren, inclusief de gedachte van we gaan mensen in eigen regio opvangen, dat totaal onrealistisch, op dit moment totaal onrealistisch is voor andere Europese lidstaten. Er is geen enkele Europese lidstaat die daar ook maar aan denkt. Zelfs landen zoals Hongarije of zo, die kunnen dat niet doen. Dat past gewoon niet binnen de Europese regels. Is de gedachte van Verenigd Koninkrijk en Denemarken daardoor totaal inhumaan, schandalig? Zelfs vergelijking met neonazis werden er gemaakt door die befaamde presentator Gary Lineker. Ik vind dat persoonlijk niet. Ik vind persoonlijk wel dat je kan nadenken over hoe je opvang organiseert, ook buiten de landsgrenzen of buiten de grenzen van Europa. Dat wil uiteraard niet zeggen, zoals het nu voorgesteld wordt, dat je mensen die hier aankomen vastneemt, in een vliegtuig steekt en in Rwanda dropt. Ja? Zo wordt het eigenlijk bewust voorgesteld, ook door Groot-Brittannië en Denemarken, vooral om dat afschrik-effect te krijgen. Want veel van die boodschappen die zijn juridisch, zelfs als ze niet in de Europese Unie zitten, zijn juridisch helemaal niet mogelijk. Maar waarom doen ze dat? Om af te schrikken. Om te zeggen van, kijk, als je naar hier komt, dan word je heel hard aangepakt en je maakt hier geen kans op asiel. Dat is een heel sterk afschrikbeleid dat zij voeren. Werkt ook trouwens, daar heb je gelijk in, dat werkt op een bepaald niveau. De druk die Denemarken vandaag momenteel krijgt, die is veel minder dan andere landen. Er zijn inderdaad migratiestromen, bijvoorbeeld van het Burundi, van Afghanistan, die zeggen van ja, we gaan niet naar Denemarken, want daar is het slecht. We gaan naar België, want daar kunnen we nog altijd galant gebruik maken van alle sociale voordelen. Dat is de reden waarom die twee landen dat doen. Ik ben niet helemaal akkoord met de manier waarop zij het voorstellen. Ik ben wel akkoord dat we als Europa, Europese lidstaten, Nederland is daar trouwens ook mee bezig, wel moeten nakijken dat in min of meer, in een of andere vorm, een asielprocedure buiten de grenzen kan plaatsvinden om het huidige asiel en de huidige migratiestromen beheersbaar te maken. Dat wil niet zeggen dat je iedereen naar Rwanda moet sturen. Dat wil wel zeggen dat je bijvoorbeeld centra kan openen waar mensen op een makkelijke manier, op een faire manier, hun asielprocedure kunnen beginnen. En niet zoals het nu gebeurt, in Europa aankomen en in elk land cherrypicking gaan doen en dan blijven in het land dat het meeste aanstaat, zeg maar. Dat is eigenlijk een foute manier. Daardoor kan je wel nadenken om dat buiten de landsgrenzen te organiseren. Dat is wat Denemarken en Verenigd Koninkrijk nu op een manier doen die tot in het extreme gaat op dit moment. Maar dat is totaal niet realistisch voor België of een andere lidstaat die wel nog gebonden is aan de afspraken van de Europese Commissie. Waarom zou dat irrealistisch zijn? Men verschuilt zich altijd achter die Europese Unie, de Verenigde Naties, allemaal van dat soort ongrijpbare en vooral democratisch oncontroleerbare instanties die ons komen zeggen, via allerlei internationale rechtbanken dan nog, waar we ook al geen greep op hebben, wat wij moeten doen. Die fameuze soft law die gecreëerd wordt via het Global Pact of Immigration, het fameuze Marrakesh-pact, dat u hebt goedgekeurd, wij niet. Daar gaat het over. Men dwingt ons in een bepaald juridisch en ook politiek arcan waar wij geen enkele zeggingschap meer over hebben als natie. Wij als parlementsleden, ik heb er allemaal niks meer aan te vertellen. Wat is dat de oplossing? Maar dat gebeurt allemaal boven ons heen. De Europese Unie, de Verenigde Naties, de rechten van de mens, instituten, rechtbanken, noem het maar allemaal op. Die bepalen het beleid hier bij ons. En de burger heeft de illusie door te stemmen voor mij of voor u, dat wij het zullen kunnen veranderen. Helaas, moet ik u zeggen, en dat is een grote frustratie voor mij, is dat steeds minder het geval. Omdat wij ons hebben laten dwingen in dat keurslijf van een aantal internationale oncontroleerbare organisaties, die staan voor een globalistisch model, die staan voor een open grenzenbeleid, die staan voor de multicultuur, die leidt tot de omvolking, als ik het woord mag gebruiken. En dat is de realiteit. Daar moet je niet rond de pot over draaien. Dat is de realiteit, dat geef je ook zelf toe. En we hebben daar steeds minder greep en steeds minder vat op. En dat is de reden waarom dat wij nu geconfronteerd worden met het feit dat we continu botsen tegen al die regels, verdragen, Europese wetten en aanverwanten die ons aan handen en voeten binden en waar we geen kant niet meer uit komen. Maar daar hebben we onszelf in gemanoeuvreerd. Het woord is gevallen, omvolking. Ja.
Europa laat toe dat onze samenleving omgevolkt wordt. Dat is de essentie van het boek van meneer De Winter. Wat vindt u daarvan? Ja, een hele verandering van onderwerp. Ik wou eventjes nog aankaarten, zelfs Denemarken en Groot-Brittannië kunnen dat juridisch niet. Zelfs zij zijn gebonden. Het gaat vooral over communicatie bij hen. Maar goed, als u dan uit Europa wilt stappen, uit de Europese Unie... Hongarije is ook een goed voorbeeld waar een ander immigratiebeleid gevoerd wordt met het sluiten van de grenzen. Orbán zegt het, hè. Orbán zei het in twee zinnen. De grenzen van Hongarije zijn niet dicht. What are you going to do with immigration? Hij zei, first, don't let them in. En hij zei, if they are in... kick them out. Ja, dat, maar gebeurt, het is samengevat, dat is samengevat wat Orbán daarover te zeggen had. Dat is een beetje populistisch. Ja. Dat geef ik toe. Net zoals uw voorzitter ook populistisch was toen hij zei vol is vol. Ja. Maar goed, maar in Hongarije is er een duidelijk beleid waar er geen probleem is met islamisering, geen probleem met vreemdelingencriminaliteit, geen probleem met onaangepaste immigratie, geen probleem met massa's asielzoekers. Daar is een streng, rechts en consequent beleid dat gevoerd wordt door Orbán. En dat is een lid van de Europese Unie. Moet Europa het probleem oplossen dat er zich momenteel stelt? De afspraken binnen Europa moeten vooral strikter worden nageleefd. Dat gaat opnieuw over dat Dublin-verdrag, dat mensen gewoon van lidstaat naar lidstaat kunnen hoppen. En daar moet Europa betere afspraken maken. Maar te zeggen dat er in Hongarije geen migratie is, dat is onzin. Uiteraard zijn er ook migranten. Die reizen natuurlijk veelal door naar landen waar het interessanter is voor hun. Maar zeggen dat er geen migratiestromen zijn... Ik hoor, er zijn ook... Frontex heeft bepaalde mechanismen in Hongarije geïnstalleerd onlangs nog om migratiestromen in te perken. Dus zeggen dat daar absoluut geen migratie is, dat is, ja, ik denk dat onzin is. Maar goed, u had het over omvolking. Ik had verwacht dat de aula hier bestormd zou worden. Ja, ik vind dat vind ik... steeds meer ingeburgerd. Er is een consensus over, langzaam. Ja, ik zou uw wensen toch niet voor... Ik spreek veel als... Ja, ik zou je wensen toch niet meteen voor werkelijkheid nemen, want die hele omvolkingstheorie, eerlijk gezegd, dat is trouwens niet meneer De Winter die dat uitgevonden heeft, dat komt uit een Frans boek, dat heet Le Grand Déplacement. Ik heb dat gelezen. Ik moet eerlijk zeggen, ik was heel teleurgesteld. Dat is goed geweest voor mijn Frans nog eens op te frissen, maar intellectueel slaat dat eigenlijk nergens op. Dat zijn een heleboel anekdotes. Ze spreken over de steden die worden overrompeld. Bepaalde concentraties van migratiestromen die er zijn in sommige gebieden. Dat zal anekdotisch allemaal afzonderlijk wel waar zijn. Maar dan gooien ze daar een sausje op. Een beetje complottheorie-achtig, zoals de COVID-wappies. Van te zeggen van ja, dat is allemaal een bewuste strategie van de linkse elite, waar ik dat dan vreemd genoeg ook bij hoor, blijkbaar. En die bewust willen dat de bevolking wordt omgekeerd naar wat zij dan noemen islamitisch en ook vaak gebaseerd op huidskleur. Een bevolking die een andere huidskleur en islamitisch geloof aanbelangt. Ik moet zeggen, meneer De Winter, dat stelde me echt teleur, dat boek. En uw boek, dat heb ik nog niet gelezen, maar dat is daar eigenlijk wel een doorslagje van. Als ik in slaap wil geraken, kan ik dat wel eens ter hand nemen. Maar dat is daar eigenlijk een doorslagje van. Niet gelezen, Dat is niet meer of minder dan een bepaalde complottheorie die ja, in extreem rechts wordt aanbelangd om het belangrijke topic van migratie op scherp te stellen. En eerlijk gezegd, ik vind, ja, dat toont nogmaals aan dat migratie voor u, dat vooral over etnische factoren gaat. Als ik uw tweets lees, als ik zie wat uw partijgenoten tweeten, mensen vergelijken met chocomousse, dat soort zaken. Allee, dat gaat altijd over huidskleur, dat gaat over hoe mensen eruit zien, hoe dat zij zich als individu gedragen. Ik vind dat eerlijk gezegd, verder dan racistisch, vind ik dat compleet ranzig gewoon. Ja, meneer De Winter, uw boek, om het heel helder te stellen, stelt dat er een Europese elite is die heel bewust de grenzen openhoudt om onze samenleving om te volken. Dat die dat bewust doet. Heeft u daar enig bewijs van? Kunt u dat tastbaar maken? Wie doet dat dan? Lees mijn boek. Ik bedoel, het staat er allemaal in. Hè. Ik bedoel, ten eerste, omvolking is geen complottheorie. Omvolking is een simpele vaststelling. Het enige dat je moet doen om die omvolking vast te stellen, is geen dikke boeken lezen, is geen statistieken en cijfers bestuderen, is een wandeling maken. Ga eens mee met mij. Ga eens mee door de Zeevoek, Antwerpen-Noord, kom eens mee naar Borgerhout, kom eens mee in Brussel, in Sint-Joosten-Noden.
of 500 meter van het parlement. Ik mag er niet altijd naartoe. Ik word daar zelfs door de burgemeester, meneer Emir Kir, van de Partij Socialist, die meer Erdogan is dan hij PS er is, maar dat is een ander probleem, geweerd. Wanneer ik met Wilders dat wil gaan bezoeken, ga eens naar de Muiden in Gent. Ga eens gewoon in een aantal van die zogenaamde multiculturele paradijzen à la Molenbeek en dergelijke gaan kijken. En daar zult je de omvolking zien. Kom eens mee met mij in mijn eigen stad, in Antwerpen-Noord. Daar wonen 70.000 mensen in Antwerpen-Noord. Dat zijn drie wijken. En daar zijn wij als Vlamingen een minderheid geworden. Ja, een minderheid, zo simpel is het. Wandel door de Handelstraat en daar zult je zien dat de opschriften op de ruiten het Arabisch zijn. Dat de dames allemaal gekleed gaan in tjadover, in hijab. Dat de heren de djellaba dragen. Dat de voertaal op de straat het Arabisch is. Dat alle cafés verdwenen zijn en vervangen door theehuizen. Waar geen alcohol meer gedronken wordt. En waar al zeker geen dames binnen mogen. Waar u als vrouw, wanneer u iets te veel decolleté of te blote armen of benen hebt, wordt bespuwd, uitgescholden. Waar u trouwens niet meer komt als vrouw. Waar alles halal is geworden. Dat is de omvolking. Zo simpel is het. Meer dan dat is het niet. Zo moeilijk is het. En dat kunt u allemaal vaststellen. Als dit de grote complottheorie is, als dit het grote het verhaal van extreem rechts om de mensen schrik aan te jagen is, ja goed, dan is er iets met mijn beoordelingsvermogen. Dan heb ik verkeerde ogen, verkeerde oren. Dan zie en hoor ik niet goed meer. En dan stel ik iets anders vast dan bepaalde linkse politici die het allemaal beter weten. Meneer Van Rijden, dat discours laat mij misschien toch één, in plaats van over Chocomous en beeldjes dat zijn op TikTok te praten, ik praat graag over cijfers. Dat ben ik niet, hè? Ik praat graag over cijfers, meneer Van Rijden. Omvolking, dat zijn ook cijfers. In mijn eigen stad, de grootste stad van Vlaanderen naar Brussel, hebben we 76 stedelijke scholen in het lager en middelbaar onderwijs. 76. Dat is goed voor 20.605 leerlingen in het schooljaar. Dat voorbij is. Het voorbije schooljaar. 20.605. Van die 20.605 leerlingen zijn er 11.305 moslim. Hoe weten we dat? Dat ze islamitisch onderwijs volgen op school. Zo simpel is het. Dat betekent dat 54% van de leerlingen in het lager en stedelijk onderwijs, de 76 scholen in Antwerpen, zijn op dit moment moslim. Wel, dat is de omvolking. Ja. Dat is de omvolking. Dat we nu een meerderheid aan schoolkinderen hebben in stedelijke scholen in Antwerpen die islamiet zijn. Zo simpel is het. En dat we in Antwerpen tussen de 25% en de 30% moslims hebben. Snel tempo groeiende, een rato van 2-3% per jaar volgens de socioloog, linkse socioloog Jan Hertogen, die dat geen omvolking noemt. Hij noemt dat een herbevolking van de stad. Want de blanken die verlaten de stad, de witte vlucht, en we worden herbevolkt. Hoera, hoera. We worden herbevolkt door de moslims. We hebben in Antwerpen nu 65 moskeeën. 65, dames en heren. U mag altijd eens met mij meekomen. En u zult zien wat het lot is van de gemiddelde Europeaan, vrouw, man en aanverwante die in die wijken nog overblijft. Dat zijn niet de beter begoeden, hè. Dat zijn niet de mensen met de BMW's en de Mercedes. Dat zijn niet de mensen die een inkomen hebben gemiddeld van 7.000-8.000 netto in de maand. Dat zijn meestal gepensioneerde, oude Vlaamse mensjes die het moeten doen met een pensioentje van 1.000 of minder euro per maand. Die wonen in kleine appartementjes, die daar niet meer buiten durven komen omwille van de drugoverlast, van de granaten die exploderen, van de dealers die op straat het voor het zeggen hebben, die zich daar niet meer thuis voelen in een Arabische omgeving waar ze uiteindelijk weggepest worden en niet meer welkom zijn. Meneer, dat is de realiteit van de omvolking in onze steden. En als je dat niet wilt geloven, doe een kleine uitstap. Doe een kleine uitstap, niet naar Tomorrowland, maar naar een van die wijken. En meneer, dan zult je de omvolking meneer, in de praktijk Meneer Van Rijden, het draait blijkbaar toch om kleur, taal en religie. Ja, inderdaad. En dat is de essentie van heel die omvolkingsbullshit. Allee, het is altijd moeilijk om complottheorieën te weerleggen. Maar ik heb je ook laten uitspreken, meneer De Winter. Hè? Doe het in het Vlaams parlement toch ook meestal. Het is altijd moeilijk om complottheorieën tegen te spreken, want je zit dan altijd in het frame van een ander. Maar dit is exact wat meneer De Winter omschrijft als omvolking. Dat is, ik loop rond in een grootstad. Ik zie een bepaalde concentratie van wijken. Ah, dat is voor mij het bewijs van omvolking. Meneer Van Grieken, ik heb het figuurtje al laten zien. Ik zie een klasje, ik zie daar drie kinderen in met een andere huidskleur. Oh, omvolking.
Ik loop rond in Brussel, ik zie daar iemand rondlopen met een hoofddoek of met een tulband of iets dat ik niet gewoon ben. Omvolking. Dat is exact waar die theorie rond draait. Dat is niet eens een theorie. Een theorie, meneer De Winter, dat heeft nog enige premissen van wetenschappelijke onderbouwing. Die omvolking, dat heeft helemaal geen wetenschappelijke onderbouwing. Als we kijken naar de cijfers, migratie, 1 op 3 heeft een migratieachtergrond in België. Is dat de grote omvolking? Als je naar Beersen gaat, of Bachtum de Kuppen, of zelfs Diest, of Aarschot, of Leuven of zo, dan gaat uw waarnemingen veel, veel minder zijn. Maar natuurlijk, ja, in bepaalde steden zijn er inderdaad concentraties. Wat ik dan altijd vreemd vind, hè, we zien nu ook bijvoorbeeld dat Brussel, dat er een uitstroom is van, of een verplaatsing van migranten, tweede, derde generatie, die nu vooral ook naar bijvoorbeeld Tendermonde gaan, die naar de omliggende gemeenten gaan, waar een, zeg maar, een verplaatsing is van die concentraties naar het Vlaamse binnenland, de Vlaamse ruit. En dan zegt Vlaams Belang, dat is ook een bewijs van de omvolking. Ze gaan nu zelfs uit de stad. Het is helemaal een ramp. Ja, u moet wel weten wat u wilt. Als het concentraties zijn, is het niet goed. Als ze zich verplaatsen als ze elders wonen, is het niet goed. Het is allemaal omvolking. Allee, dat is totale bullshit. Hè. Het punt waar u altijd op terugkomt, als iemand een andere huidskleur heeft, als iemand een ander geloof heeft, als iemand er gewoon anders uitziet, zelfs als hij een beetje holibi is, want ja, soms bent u voorstander van als het maar tegen moslims is, maar dan is het voor u slecht. En dat gaat allemaal op hetzelfde. Dat gaat over de etnie, dat gaat over socio-culturele factoren. En dan zeg ik van, kijk, dat is inderdaad racistisch, dat is ranzig, dat is niet waar mijn partij voor staat. En als het over migratie gaat, is dat altijd waar u op terugvalt. Dan ga ik zeggen, zo in zo'n discours, dan gaat u in Vlaanderen nooit succes mee hebben. Nooit. Meneer De Winter, is onze samenleving niet altijd onderhevig geweest aan buitenlandse invloeden? Ja, natuurlijk is dat zo. We hebben ons daar meestal kunnen tegen verzetten. We hebben altijd er kunnen voor zorgen dat we... U draagt desnoods, ook niet dezelfde kleren als met, Jacob van Achterveld of zo. Desnoods met rivieren van bloed zijn daarvoor gevloeid. Hè, om bijvoorbeeld de islam uit Europa weg te houden. Een paar geschiedenisfeiten toch, 736, het zegt u misschien weinig. Poitiers, stonden de moslims voor de poorten van Poitiers. Was het helaas noodzakelijk om de islam terug te dringen uit Europa. De tweede keer, 1756, dacht ik, voor de poorten van Wenen, via de Balkan, de Ottomanen, hetzelfde verhaal. De islam heeft 8 eeuwen lang in El Andalus, het hele zuiden van Spanje en Portugal, bezet en daar een terreurbewind gevoerd. Dus de islam is de historische vijand van Europa. Staat met zijn waarden en normen, met zijn ideologie, en het is geen godsdienst, maar een ideologie, haaks op datgene waar wij voor staan. De gelijkheid tussen man en vrouw, de scheiding tussen kerk en staat, de democratie, de vrije meningsuiting, in de plaats van de theocratie die zij aanbieden en dat soort van dingen meer. Goed, dat is essentieel en dat is niet van de theorie van meneer Van der Heijden, het globalisme, de Coca-Cola-mythe, waarbij de Eskimo en de zwarte, ik mag het woord neger niet gebruiken, dat weet u, de Eskimo, de zwarte, de blanke, de indiaan, hand in hand samen de kumbaya rond de wereld dansen en liefst een Coca-Cola drinken uiteraard. Zo zit de wereld, meneer Van der Heijden, helaas niet in elkaar. Er zijn tegengestelde maatschappijmodellen. En die maatschappijmodellen die botsen regelmatig. We moeten niet zo naïef zijn om de islam hier binnen te halen als we alle faciliteiten te geven wat we doen via subsidies, erkenning van moskeeën, dat soort van dingen meer. En dan op een bepaald moment verontwaardigd te zijn, verrast te zijn, verwonderd te zijn dat Molenbeek een ghetto is geworden waar IS zich heeft genesteld, waar aanslagen beraamd worden, in Parijs, in Londen, op onze eigen luchthaven en metrostations, waar het radicalisme welig tiert, waar het fundamentalisme wortel heeft geschoten en dergelijke meer. Men ziet toch wat er aan het gebeuren is. Die islam is niet van plan om zich te integreren in onze samenleving. Dat heeft de islam nog nooit gedaan in de geschiedenis van onze westerse wereld. Integendeel. Overal waar zij komen, kennen zij maar één ding, dat is de jihad. En dat betekent verovering. Via de weg van de geboorte, de demografie, via de weg van immigratie, via de weg van geweld, via de weg van bekering. En dat doen ze nu opnieuw en met zeer groot succes. Kijk maar naar onze grote steden, in heel Europa hetzelfde verhaal. En wij passen ons daaraan aan.
telkens opnieuw, want we zijn verdraagzaam, en we zijn multicultureel, en we zijn woke, en we zijn politiek correct, en we zijn dit, en we zijn dat. En dus moet alles alsmaar meer opschuiven in de richting van. En geven wij onze waarden en normen, onze identiteit, al waar wij voor staan, alles wat fundamenteel is voor ons als Europeanen, langzaam maar zeker op. En die omvolking, wordt die gestuurd? Hè? Want dat is dan toch hetgene wat men mij zo gezegd verwijt. Dat ik zou beweren dat die omvolking een plan is die van ergens door, weet ik veel wie, Soros en aanverwanten, de G7, de World Economic Forum. Ja, maar wacht, ik zal het even uitleggen. Hè. Dat van daaruit gestuurd je wordt. Is dat zo? Nee. Bill Gates nog vergeten. Nee, dat is niet zo. Dat is niet zo. Maar is er een agenda op internationaal vlak van globalisering? Is er een agenda van open grenzen? Is er een agenda van multiculturalisering? Is er een agenda van woke en aanverwanten? Ja, die is er natuurlijk wel. En dat kun je toch niet ontkennen. Natuurlijk is die er. Natuurlijk is die er. Maar is de omvolking het uiteindelijke doel van diegenen die pro-globalisering zijn, zoals het World Economic Forum en aanverwanten? Nee, dat denk ik niet. Het is er wel het spijtige neveneffect en het resultaat van. Maar dat is niet hun doel. Hun doel is een open grenzenmaatschappij die tegemoet komt aan de wensen van zeg maar het grootkapitaal, die inderdaad gebaat zijn bij een zo globaliserend mogelijke wereld. Een eengemaakte consument van ver weg in Ghana tot Afghanistan, van in India tot in Londen, die dezelfde producten koopt, die uiteindelijk dezelfde behoeftes heeft en die een soort van universele, geglobaliseerde consument is, waar men dezelfde producten kan aanverkopen op basis van hetzelfde behoeftepatroon. Dat is iets wat zeker gestuurd wordt. En daarom moet die wereld multicultureel, moet die wereld globalistisch worden. Daarom moeten de grenzen maximaal vervagen. Daarom is immigratie een middel dat men daartoe gebruikt. Meneer en daar maakt Rijden, u met uw liberale familie van die globalistische elite wel degelijk actief deel van uit. Ik heb van alles gehoord. Ik ben globalistische elite, woke, whatever. Ik voel me persoonlijk niet echt aangesproken. Maar je hoort hier dezelfde geluiden als de corona-wappies. Hè? Dat zijn echt zo van die complottheorieën. Die gebruiken alles. Hè? World Economic Forum en de consumentenmaatschappij. En die gooien alles op een hoopje. Maar er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing. Niet in het boek Le Grand Déplacement. En zeker waarschijnlijk ook niet in uw boek. U pakt gewoon een aantal feiten. U gooit die op elkaar. U heeft daar waarschijnlijk in de verste, waar is een punt, een raakvlak met de realiteit, maar u doet dat alsof dat een wetenschappelijke theorie is en dan beschuldigt u een paar ongrijpbare dingen, zoals globalisme, de elite. Wie ben ik? De elite? We zijn allebei Vlaams parlementslieden. Zeg jij dan ook de elite? Wie is de elite? Is de media de elite? Allee, wie zit hier? Wie is dat? En dat is zo'n ding om mensen schrik aan te jagen. Maar ik denk, we zitten hier voor een intelligent publiek, dat iedereen wel doorziet dat geen enkele wetenschappelijke onderbouwing heeft. Maar ik ga u ergens tegemoetkomen, meneer De Winter. Ik ga u ergens een punt waar u een klein beetje waarheid in heeft. Ja? En dat is dat we op vlak van integratie, en dan kom ik een beetje op ons niveau, het Vlaamse niveau, Bart Somers, minister van Samenleven, dat we op vlak van integratie, dat we jarenlang te lax zijn geweest. Dat we iedereen die hier komt, die nieuwkomer is in de maatschappij, dat we daar te weinig aan gevraagd hebben. Dat we niet hebben verplicht van je moet Nederlands leren, je moet niet achter een job zoeken, je moet ook geen moeite doen om je te integreren. Het is zelfs niet nodig dat je de fundamentele waarden van onze samenleving, gelijkheid van man en vrouw, gelijkheid van holibierechten, in uw partij is er ook nog wel wat werk aan, maar goed, dat je die dingen allemaal moet respecteren. Dat hebben we jarenlang niet gevraagd van nieuwkomers. Daar is nu de laatste jaren onder minister Somers eindelijk werk van gemaakt. Daar moeten nieuwkomers die willen integreren, die moeten daar zelfs een bedrag voor betalen. Die moeten ongeveer 300 euro betalen om zo'n maatschappelijke cursus te volgen. Volgens de linkse partijen was dat onrechtvaardig, was dat racisme, was dat uitsluiting. Ik vind dat een goede zaak. Je mag die drempel voor nieuwkomers inderdaad hoger leggen. Je mag zeggen,
Je mocht deel uitmaken van de samenleving. Je zet nooit een kat in een viswinkel, dat bestaat niet in Vlaanderen. Maar je moet wel moeite doen om je te integreren. Je moet zoeken naar een job, je moet bijdragen aan de samenleving. Er zijn niet alleen rechten, maar er zijn ook plichten. Dat is het verhaal van integratie dat we inderdaad feller moesten voeren. Daar heeft Bart Somers nu een aanzet toegegeven. En daar moeten we inderdaad nog verder gaan. We zijn al heel ver gekomen dat we de verplichtingen voor de taal te leren, dat we dat jarenlang hebben genegeerd. Dat we iedereen hebben gezegd van ja, dat Nederlands dat is niet zo belangrijk. Ik ben wel blij dat we dat eindelijk veranderd hebben. En als u ergens misschien in uw hele wappie omvolking, eliteverhaal, ergens een punt heeft, dat is die integratie, dat we dat te veel verwaarloosd hebben in Vlaanderen. Nochtans, meneer De Winter, u heeft ooit geschreven dat u tegen integratie bent. Niet tegen integratie, ik ben voor assimilatie. Dat is iets anders dan integratie. Assimilatie betekent dat mijn Vlaming onder de Vlamingen wordt, volledig en totaal. En niet aan cherrypicking doet. Niet zegt, oh, dat vind ik interessant, en dat doe ik, maar dat doe ik niet. En dat doe ik ook niet aan mij. Nee, dat kan niet. Voilà. En als je natuurlijk met moslims geconfronteerd wordt, toch 7% van onze samenleving, in onze grootsteden 25-30% en snel groeiende, ja, dan weet je hoe laat dat is. Dan heb je daar niet allemaal. Ook veel culturele moslims, die dat voor een stuk hebben afgezworen. Maar een heel groot deel zijn trouw niet alleen aan hun godsdienst, maar aan de fundamentalistische beleving ervan. En zeker bij de jongste generaties is dat steeds meer het geval. Grijpt men terug naar die identiteit om een stuk erkenning te hebben, om zich voor een stuk ook te kunnen herkennen in die gemeenschap en in het geloof dat het hunne is. Dat heb je gezien bijvoorbeeld naar aanleiding van het wereldkampioenschap voetbal. Was daar een mooi voorbeeld van. Men zag in dit land meer Marokkaanse vlaggen dan andere. Men herkende zich daarin. Men herkent zich zelfs na 3 generaties niet in ons land, hè. Daar sleurt men de vlaggen op de Turnhoutse baan met duizenden naar beneden van de Rode Duivels. Niet dat ik zo'n grote fan ben, maar dat speelt geen rol. Nee, men zwaaide met de Marokkaanse vlag. Dat was de vlag waar men trouw aan zweert. Dat is de vlag waar ze fier op zijn. Dat is het land waar ze zich thuis voelen. Dat is de realiteit. En dan zegt je, ja, maar dat komt allemaal goed. Nu hebben we de inburgeringscursussen. En ze moeten €360 betalen. Zo'n inburgeringscursus mee van de Rijn, die kost er 4.000. Hè. 4.000. Dat is een symbolisch bedrag. Een symbolisch bedrag. En mag ik erop wijzen? En dat is het absurde, het hallucinante van dit land. Men heeft dus een inburgeringscursus. Is dat een goede zaak? Ja, dat is een goede zaak. En er is zelfs een inburgeringsexamen op het einde. En men moet zelfs een loyaliteitsverklaring ondertekenen. En dan is er de nationaliteitsverwerving. Die zegt, inburgeringscursus interesseert ons niet. Dat hebben we niet nodig. De nationaliteit die krijg je zo, zonder inburgeringscursus. Dus Vlaanderen doet iets dat niet slecht is, hè? En op het federale vlak, waar dezelfde partij, de uwe, zit in de Vlaamse regering en in de federale, is dat inburgeringstraject en die inburgeringsexamen van geen tel niet meer. Om de nationaliteit in dit land te verwerven, en dat zijn er toch niet niks, hè? Vorig jaar 40.000 man. Vroeger hadden we de snelbelgwet, nu hebben we de soepelbelgwet. Hè? Waar men de nationaliteit in feite krijgt na 5 jaar verblijf in ons land. Wij vinden 10 jaar en zonder dat er veel voorwaarden gesteld wordt. Met alle gevolgen van dien. We creëren dus een groep van mensen die wel onze nationaliteit aanvaardt. Waarom? Omdat het faciliteiten geeft, toegang geeft tot een hele hoop materiële en andere voordelen. En natuurlijk de zekerheid geeft dat men hier kan blijven. Ook wanneer andere partijen misschien voor het zeggen krijgen, zoals de mijne. Terwijl men daar tegenover niks stelt. Meer nog, men allemaal de dubbele nationaliteit behoudt. Al die islamitische landen die zorgen ervoor dat hun onderdanen bij de les blijven. Hoe? Door hen de dubbele nationaliteit te geven. Misschien een korte vraag, meneer De Winter. Maar iedere Turk, iedere Marokkaan, iedere Algerijn, iedere Tunesier, iedere Afghaan, noem ze maar allemaal op, alle islamitische landen, en dat zijn er ongeveer 65, dacht ik, in deze wereld, die zweren trouw bij de bloedafstamming. Dat betekent dat je de nationaliteit krijgt van je vader of van je grootvader, je moeder of je grootmoeder. En wij hebben onze nationaliteit, de wetgeving, en daar wou ik toe komen. Dat is nog een ander aspect van het immigratiedebat, grondig gewijzigd. Wij hadden dat vroeger ook. Het ius sanguinum. Hè? Wij zijn geëvolueerd naar het ius soli, het recht van de grond. Wat betekent als je hier woont gedurende 5 jaar,
krijg je onze nationaliteit. Dat is fundamenteel fout. Dat moet je niet doen. Want dat creëert een gigantisch aanzuigeffect. Ja. Dat creëert ook een soort uitverkoop van je nationaliteit met alle gevolgen van die. Men blijft trouw aan de eigen gemeenschap en men krijgt onze nationaliteit in de aanbieding erbij. Ik onthoud dat meneer De Winter het mensen kwalijk neemt dat ze niet met de Belgische driekleur staan te wapperen. Dat is genoteerd. Ja. Ik denk... Er worden weer heel veel dingen op een hoopje gegooid. Hè. Wat er op dit moment, en dat was vroeger niet zo, wat er op dit moment gevraagd wordt van mensen die nieuw zijn in onze samenleving in Vlaanderen, dat is inderdaad dat ze een inburgeringsproef doen. Dat zijn 11 vragen. Je moet daar 9 op 11 op hebben als score. Nu, dat zijn niet de moeilijkste vragen. Dat is niet, leg eens uit wat het de vrede van Westfalen betekent. Dat zijn vragen zoals gelijkheid man en vrouw. Is dat oké? Ja. Holybees, mogen die trouwen in Vlaanderen? Ja of nee? Ik zeg, een aantal partijgenoten van u die gaan nog serieus mogen blokken, misschien een paar tweede zits hebben op dat inburgeringsexamen. Maar voor de meeste mensen zijn dat gewoon de fundamenten, is dat niks onoverkomelijk. Maar ik vind dat inderdaad goed en ik verbaas me hier opnieuw, meneer De Winter, want in uw 70-puntenplan, dat is toch door u opgesteld, denk ik, heeft u gezegd van al die integratie, we moeten daarvan af. We moeten af van die vereisten, we mogen niemand toelaten, we moeten die integratie-industrie, zo heeft u dat genoemd, we moeten daarvan af. En nu zegt u van, ja, die mensen die moeten meer moeite doen, die moeten hun trouw aan hun basis, aan hun land van herkomst volledig afzweren en die moeten volledig assimileren in dit land. Ja, u moet wel weten wat u wilt, hè. Wilt u integratie? Nou, daar wil ik u toch even op reageren. Kort antwoorden en dan gaan we... Ja, even reageren, want er zit daar wel bijna 35 jaar tussen, hè. We zijn gestart met Van der Heijden, kleine les in geschiedenis. We zijn gestart met de gastarbeid. Het woord zegt het zelf. Gastarbeid. Mensen naar hier gehaald. Dat was een liberaal systeem, hè? Dat was een liberaal systeem, hè? Dat wouden de werkgevers, wouden dat, hè? Goedkope werkkrachten naar hier halen om het vuile werk te doen en de lonen laag te houden voor laaggeschoolde arbeiders. Dat is een liberaal systeem. Dat is hetgene wat u wilt. Dat is uw implementatie van immigratie, de gastarbeid. Goed, wat is er gebeurd? Op dat moment hebben wij gezegd, we moeten die mensen niet integreren. Want als je daaraan gaat beginnen, dan lossen we het probleem nooit meer op. Mensen zijn gastarbeiders, die komen naar hier. We hebben een contract, worden we dat contract betaald. En indien de arbeid gedaan is, moet je ze laten terugkeren naar hun land van herkomst. Wat hebben de liberalen gezegd? Wat heeft de grote industrie gezegd? Wat hebben de werkgevers gezegd? Ah nee, we gaan die laten integreren. Laat hun families ook maar komen. Dan bestendigen we die goedkope arbeid hier bij ons. Dan blijven ze niet voor een contractje van 3 of 5 jaar. Dan blijven ze hier wonen voor 10, 15, 20 jaar. En dan kunnen we ervan profiteren een heel leven lang. Dat is de realiteit van de gastarbeid. En toen, bij mijn 70-puntenplan, hebben wij gezegd, dit is fout. Hier buit je mensen uit. Hier zorgt je ervoor dat arbeiders, laaggeschoolden, kunstmatige concurrentie krijgen op de arbeidsmarkt. Dat is een links discours, ik weet het wel, maar een terecht sociaal discours van onze partij. Dat de laaggeschoolden op de arbeidsmarkt de concurrentie krijgen van gastarbeiders van elders die men naar hier haalt om dat systeem in stand te houden. En daarom hebben wij gezegd, laat die niet integreren. Haal die families niet naar hier. Maar zorg ervoor dat ze na het beëindigen van hun contract en goed betaald te zijn geworden, althans voor de normen van hun eigen land, waar ze vandaan komen, terugkeren. Maar dat hebben jullie geweigerd. En nu zijn we 35, 40 jaar verder. En nu zeggen wij inderdaad, oké, we zitten nu met de tweede en de derde generatie. Ondertussen zelfs de vierde generatie. Daar is van terugkeer weinig sprake meer. Ik weet dat ook. Ik ben realistisch. Ik besef dat. Ik zeg, hou de grenzen dicht. En hetgene wat je hebt, scheid daar het koren kaf aan het koren en zorg ervoor dat diegenen die hier zijn zich assimileren in onze samenleving. Stimuleer die islam niet, want dat is een rem op de integratie en zeker op de assimilatie. En probeer de stop erop te zetten, zodanig dat wat we hebben kunnen, voor het zover het nog kan in de grote steden, dat we die tot onze gemeenschap kunnen laten behoren. Meneer maar dat kan niet als je de natuurlijk dweilt met de kraan open. Dat kan niet. Slotwoord voor we gaan naar de vragen. Heel kort dat u zegt dat u geëvolueerd bent. Maar eerlijk gezegd, ik vind dat u heel consequent bent geweest met Vlaams Belang al. 30 jaar geleden zei u dat probleem, dat niet
de vergrijzing of iets anders was, maar dat dat verbruining was. Vandaag hoor ik nog altijd dezelfde geluiden. Iemand die nieuwkomer is in Vlaanderen kan nooit Vlaming onder de Vlamingen zijn. 20 jaar geleden zei je partij ook van Vlamingen, hè, niet over migranten, dat holibies nooit gelijke rechten kunnen hebben. Vandaag zijn er nog altijd parlementsleden in uw fractie die al altijd zeggen dat eigen gelijke rechten, is, dat, als ik ook mag uitspreken, uitgesproken homo, dus dat, wat eigen, dat, betreft. Dat gelijke rechten voor holibies nog altijd een stap te ver zijn. En zelfs 10 jaar geleden, en toen ging je nog op de koffie bij dictatoriale regimes zoals Assad, een aantal jaren geleden zei je ook nog dat Poetin het licht... Nu zijn de argumenten echt wel op. Voor de gaan we het over immigratie hebben of over buitenlandse politiek? Consequent, u bent al 20 jaar consequent ranzig. Dat is de slotsom van alles wat u er vandaag heeft gezegd. Ja. Oké, heren, super bedankt voor het debat. Ik denk dat we nog een kwartiertje hebben voor vragen uit de zaal. We hebben heel wat interessante punten overlopen. Migratie, opvang, terugkeer, integratie. Wie heeft er nog een vraag voor beide heren? Er gaan nog 2 vragen worden gesteld en dan kunnen we overgaan naar de receptie. Onze lieftallig nieuw bestuurslid Ben gaat de micro brengen tot bij jullie. Als er dus mensen met vragen zijn, ja. Enkele opmerkingen die ik eigenlijk voor de hele politiek altijd heb, is het onderscheid tussen migranten, vluchtelingen, erkende vluchtelingen. Daar wordt nooit geen onderscheid voor gemaakt. Iemand die migreert, die komt hier met een bepaald doel. Iemand die vlucht omdat hij zijn huis is gebombardeerd. Die doet dat niet uit zijn plezier. Hè? Een migrant, die komt hier omdat hij economisch misschien zich kan verbeteren. Een vluchteling, die denkt er niet aan van, ik ga misschien naar België, want misschien ga ik daar ooit kans hebben om te verbeteren. Ik bedoel, en ten eerste ook, trouwens, dat is ook zoiets waar ik mij dood aan erger. Een vluchteling die hier is, die niet erkend is, die krijgt geen geld. Je krijgt pas geld als je erkend bent. Je krijgt 7 euro per week zakgeld. Dat is het enige wat je krijgt als je vluchteling bent. Als je hier 3 jaar vluchteling bent, heb je 3 jaar lang 7 euro per week. Dus wat ik eigenlijk concreet zou willen weten is, waarom wordt er nooit dat onderscheid gemaakt? Dat wil ik eigenlijk graag weten van meneer Van der Heijden. Waarom dat onderscheid altijd zo moeilijk is om te maken? Waarom het alles over één kam geschoren wordt? Maar ik denk dat we dat onderscheid vandaag in dit debat ook hebben gemaakt. Als iemand aankomt, inderdaad, dan doorloopt hij een procedure. Het is pas als hij erkend wordt dat hij toegang heeft tot bepaalde rechten. U heeft er absoluut gelijk in. Ik denk dat ik nooit iets anders heb beweerd. Wat u daar zegt van iemand die vlucht, die maakt geen bewuste keuze voor een bepaald land. Ik denk dat u daar toch misschien iets te naïef in bent. Er zijn wel degelijk, en dat wordt ook aangemoedigd door mensensmokkelhandelaars en dergelijke, er zijn wel degelijk migratiestromen die echt gedefinieerd worden, bepaald worden door de sociale voordelen die er in een bepaald land zijn. Ik zal u een voorbeeld geven. Er was afgelopen jaren een sterke toestroom van mensen uit Burundi en El Salvador. Waarom? Omdat daar in die kringen werd gezegd van ja, België, ja, die zijn heel galant ten opzichte van van ons land, van onze gemeenschap. Je kunt daar terecht en je kunt meteen alle sociale voordelen krijgen. Daar zijn dan sterke ontradingscampagnes gedaan. Er is ook gezegd van ja, mensen uit Burundi of El Salvador die krijgen doorgaans minder kans omdat die landen grotendeels veilig zijn. Die migratiestromen zijn dan direct afgenomen, die zijn afgewenteld naar andere landen. Dus zomaar denken van ja, dat wordt helemaal niet bepaald door hetgeen dat er in het land van herkomst of van toekomst aanwezig is, dat klopt volgens mij niet. Maar dat zijn migranten die beslissen om te komen. Vluchtelingen beslissen niet om te komen. Die vluchtelingen die pakken een boeltje bij elkaar omdat die geen andere mogelijkheid hebben. Nee, maar als die zich aanmelden... Bijvoorbeeld, ik heb het over de vluchtelingen van Burundi. Die hebben zich vooral aangemeld in Servië. Waarom is dat zo? Omdat Burundi Kosovo niet herkent en Servië zegt van ja, kom allemaal maar langs. Die gaan niet daar in dat land blijven. Die gaan door. Die gingen door via de Balkanroute naar West-Europese landen. Voornamelijk België, Duitsland en Nederland. Het klopt echt niet dat zomaar mensen zeggen van wij gaan blijven in het land waar wij het eerst aankomen. Dat is echt een te naïeve kijk op hoe dat die vluchtelingen... Maar als ik even mag uitspreken, dat is echt een te naïeve kijk op hoe dat vluchtelingenstromen in de realiteit opleveren. Ik denk dat we naar een volgende vraag terug kunnen gaan. Ja, de laatste vraag. We gaan nog 1 vraag doen. Ik zie iemand vooraan en iemand achteraan. Ja, misschien de meneer achteraan. Ja, we zullen naar eens achter gaan dan. Test, test. Ja, oké. Okay.
Werkt dat hier? Ah, ja. Ja, het was eigenlijk tweedelig, maar ik zal het kort houden. Allee. Ja. We verstaan u niet. Wat zei u? Nee, ik heb u wel verstaan, wees gerust. Maar ik weet niet, moet ik daar een antwoord op geven? Wanneer u over de Joden in Nazi-Duitsland begint, ja, dan is het gesprek gedaan, zeker. Ik bedoel... Wat wilt u daar, dat ik daar nu op zeg? Hè? Mijn vader is... Ik zal u een verhaal vertellen. Hè. De Joden in Nazi-Duitsland. U bent nog zeer jong. Ik ben een kind van na de oorlog. Ik ben geboren begin de jaren 60. Mijn vader die studeerde aan deze universiteit. En wou dokter worden. Tot deze universiteit in 1943 is gesloten, jongeman. Hè? En mijn vader die dook onder, want de studenten werden weggevoerd naar Nazi-Duitsland om verplicht te werk gesteld te worden. Mijn vader in de Messerschmitt-fabrieken in Hamburg. Mijn vader is een paar maanden kunnen onderduiken, is dan gevangen genomen door de Gestapo, is opgesloten in de gevangenis van Brugge en is uiteindelijk toch afgevoerd. Is na de oorlog uitgemergeld en zwaar ziek teruggekomen naar ons land en is gaan werken als spoorwegarbeider. Is nooit dokter geworden. Heeft nooit de kansen gekregen die u nu allemaal krijgt. Mijn grootvader was een verzetstrijder. Was een politieagent, politieofficier in Blankenbergen. En heeft verschillende verzetsdaden bij de Witte Brigade uitgevoerd. En is altijd lid gebleven van het bestuur van de Witte Brigade in Blankenbergen en in West-Vlaanderen. U gaat mij dus geen lessen komen geven over Jodenvervolging en Nazi-Duitsland. Ja? Laat dat duidelijk zijn. Als ik een immigratiestandpunt inneem, dan doe ik dat omdat 25-30% van de bevolking onze standpunten deelt. Dat heet democratie, meneer. En dat is iets anders dan Nazi-Duitsland. En verpest en vervuil het debat niet telkens opnieuw met dat soort van vergelijkingen en aanverwanten. Ja? Daarmee zorgt je ervoor dat ieder intellectueel debat, en ik breng hulde aan het LVSV dat zij de moeite doen om het debat dat wij hier vanavond, met uitzondering van de slotopmerking van meneer Van der Rijden, die mij ranzig noemde, maar ik vergeef het hem, hij is nog jong en onervaren, maar een debat dat we hebben gevoerd, op niveau, met cijfers, met argumenten, met citaten, met verschillende leerstellingen, met voorbeelden uit het buitenland. Maar zwijg over Nazi-Duitsland, want je weet er niks van. En je misbruikt het leed van zoveel mensen om uiteindelijk een open grenzenpolitiek te voeren waar niemand het mee eens is in dit land. Ik denk dat de vraag eigenlijk wel redelijk concreet was. Maar, ja. Ik denk dat de vraag wel redelijk concreet was in die zin dat de jonge heer vroeg de mensen van wie u denkt dat die hier niet thuis horen, wat gaat u daarmee doen? Want het is wel op zich een relevante opmerking in die zin. U heeft een 70-puntenplan effectief wel geschreven. Mensen van de derde generatie horen hier niet thuis. Maar waar staat terug... bedoel, stop. Ik heb het 70-puntenplan geschreven, dat klopt. Maar waar staat dat? Dat mensen van de derde generatie hier... In welk punt is dat? Ik ken het 70-puntenplan. Ik denk punt 70. Punt? Punt 70, denk ik. Punt 70. Ja. Punt 70 gaat daar niet over. Hè. Voor alle duidelijkheid, punt 70 gaat daar helemaal niet over. Ik bedoel, men praat maar wat, men lult maar wat uit zijn nek over dat 70-puntenplan. Mensen van de derde generatie horen hier niet thuis. In het 70-puntenplan staat heel duidelijk dat we ervoor kiezen om het kaf van het koren te scheiden. Om ervoor te zorgen dat wie hier is en inderdaad zich niet wenst aan te passen, om die begeleid te laten terugkeren naar zijn land van herkomst. 30 jaar geleden was daar nog een mogelijkheid toe. Vandaag is dat een ander paar mouwen.
De samenleving evolueert. En ik ben het daar volledig mee eens. En onze standpunten zijn wat dat betreft ook geëvolueerd. Maar men pint mij altijd vast op een standpunt van 30, 40 jaar geleden. U doet dat nooit met de Liberale Partij, die toen nog de PVV was. U doet dat nooit met Vooruit, die toen nog de BSP was. U doet dat nooit met geen enkele andere partij. De PvdA mag van alles vertellen. Nooit van, ja, maar gel eens even feitelijk de mannen van de Namada, die pro-China met Mao liepen te paraderen. Dat mag allemaal. Maar wij moeten telkens vastgepind worden op iets van 30, 40 jaar geleden, dat dat nog verkeerd geciteerd was, maar van niet weet waar het over gaat. Laat dat toch achterwege, want dat is niet de realiteit. Laten we debatteren over de realiteit van vandaag. Over de maatschappelijke omstandigheden van vandaag. Laten we debatteren over dingen die vandaag realistisch en uitvoerbaar zijn. Niet over Nazi-Duitsland en over 70-puntenplannen van 30 jaar geleden. Dat heeft weinig relevantie en weinig zin, vrees ik. Oké, bedankt voor het debat bij de heren. Bedankt voor het publiek ook, voor jullie aandacht en LVSV voor de organisatie. Merci. Dankjewel, dames en heren. Nog even kort, ik ben wel zeker dat in het 70-puntenplan stond dat derde generatie migranten terug moeten naar hun eigen land. Maar ik ben ook derde generatie migrant en ik ben blij dat ik toch hier iets kan bijdragen. Speciaal voor jullie. Zo'n statement was het nu ook niet weer. Goed, eerst en vooral wil ik nog graag een applausje voor de moderator en onze twee debaters.